Yes, 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 lieve luisteraars. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Van Niets naar Iets podcast. Vandaag zitten we wederom met een speciale gast in de studio. Nou, ik, zeg het, ik zeg het altijd, maar onze gasten zijn ook echt altijd speciaal. En vandaag is het Faya uh, Laurens. Faya, welkom in de studio. Dankjewel. Faya uh, begint op jonge leeftijd met uh, acteren. En pakt een uh, mooie rol in uh, onder andere Goede Tijden, Slechte Tijden. Uh, een aantal, na een aantal jaar acteren in verschillende series en films... Uh, stapt ze de DJ-wereld in. Uh, en dat met succes. Want ze treedt over de hele wereld op. Uh, ze heeft een volle agenda. Ze verdient uh, bakken met geld. <laughs> en uh, in 2012 besluit ze eigenlijk back to basics te gaan. Naar de jagers- en verzamelaar-mentaliteit. Uh, uh, want ze gaat meedoen met uh, Expeditie Robinson. En ook daar komt ze super ver mee. En bij terugkomst in bij terugkomst in Nederland uh, besluit ze of beseft Faya eigenlijk dat haar eetschema een beetje instabiel is. Dus ze begint met uh, nog meer letten op hetgeen wat ze eet, nog intensiever en gerichter sporten, en dat begint ze eigenlijk te delen met haar uh, volgers en andere mensen op social media. Uh, niet veel later in 2015 uh, schrijft ze een boek over die gezonde lifestyle. Uh, dat wordt een bestseller. Uh, en inmiddels uh, heeft ze een supergroot imperium. Uh, ja. Om het uh, lifestyle verhaal, het gezonde lifestyle verhaal heen gebouwd. En het belangrijkste bedrijf op dit moment uit uh, dat imperium is uh, Killer Body. Uh, met dat bedrijf uh, maakt ze proteïne Die liggen inmiddels bij 3000 uh, verkooppunten, 3000 winkels. Uh, nou, hoe, hoe ze dit allemaal heeft gedaan, al het succes, uh, waar ze tegenaan is gelopen en wat ze van plan is in uh, de toekomst te gaan doen, dat gaan jullie allemaal horen in deze podcast. Dus blijf vooral luisteren en uh, raak geïnspireerd. Faya, welkom in de studio. <laughs> Dankjewel voor je introductie. Is er nog wat over voor het gesprek? Natuurlijk, <laughs> ja, ja, <laughs> Heb ik zeker. alles al uh, benoemd? Nee, nee, nee. Nee, zeker niet. Sowieso ja. niet de weg, de weg erheen. Ja, ja. <laughs> dus dit is eigenlijk zo'n. Uh, zo'n uh, zo zo samenvatting die de luie studenten gebruiken om zo'n boekverslag te maken. <laughs> ja, precies. We moesten vroeger altijd van die boekverslagen maken en die slimme luie studenten die pakten dan de samenvatting van het boek en die gingen dan aan de hand daarvan een boekverslag maken. Dus studenten, als jullie ergens een uh, boek willen schrijven over Faya Laurens en haar succes, dan ga je deze introductie <laughs> gebruiken. Uh, nogmaals, dankjewel voor je tijd die je vrij hebt kunnen maken om uh, dit uh, uh, interviewtje te doen. Ik vind het leuk. Dankjewel. Uh, en we beginnen eigenlijk uh, altijd met, met, met het begin, dus waar begint het allemaal in het leven? Mm -hmm. Dat is het moment dat Faya nog heel klein is, geen blauwe brieven van de Belastingdienst krijgt, et cetera. Uh, en de vraag die daarbij hoort is, uh, die luidt als volgt, wat wilde je worden toen je vroeger klein was? Actrice, Actrice. en in goede tijden, slechte tijden spelen. Vanaf welk moment uh, besefte uh, je dat? Vanaf groep 8 riep ik het. Dus in, uh, in groep 8 riep mm -hmm. ik het. Van wacht maar tot ik later een goede tijd slechter. Dus, dus ben je twaalf. 12. Uh, 12. Mm -hmm. Maar het was al daarvoor dat ik het heel graag wilde. Ik heb nog uh, gezien dat ik zag Katja Schuurman op een gegeven moment uh, erin komen. En toen dacht ja. ik: Oh, waarom hebben ze mij niet gebeld? Weet je zo. Uh, zij is een paar jaar ouder als mij. Volgens mij is ze vijf jaar ouder of zo. Mm -hmm. Dus dat was natuurlijk ook de reden. Uh, maar ik had me wel ingeschreven bij die castingbureaus. Dus ik vond dat toen. Uh, ja, niet oké okay, dat ik niet voor die rol ook auditie had gedaan. En uiteindelijk is dat ook gelukt. En ik geloof daar ook heel erg in dat als je iets heel graag wilt, dat het je ook lukt. Ja. Um, en dat je echt gewoon um, focus moet hebben op wat je, wat je wilt. En, ja, en de ervoor wet, moet gaan. Ja, je hoeft niet op de bank te gaan zitten en alleen maar visualiseren. Nee. Je moet ook wel wat voor doen. Ja. Ja. Maar ja, dat is gelukt. En um, ik wilde ook heel graag een boerderij in Amsterdam. Mm -hmm. Ik kom uit Amsterdam. En dat wilde worden. je op uh, die hele jonge leeftijd? Ja, ik was al, best dat al heel, heel jong dat ik een moederij wilde met paarden. Kijk. Ik was paardenmeisje en uh, dieren, ja. uh, gek op dieren en uh, ik ging in vakanties altijd naar Tineke en Eelco, dat zijn een uh, soort pleegouders van mij geworden. Mm -hmm. Die hadden nou paarden, die hadden ja. wel de leeftijd van mijn moeder, maar dat waren dan niet mijn ouders. Ja. Maar haar dochter vond de paarden niet zo leuk en ik vond het wel leuk, dus ik werd een beetje zo haar bonusdochter. Ja. En dan ging ik iedere vakantie ging daarheen en dan zei ik altijd tegen hun, ja laten we, wil ik een boerderij in Amsterdam en dan zeiden ze altijd, dat bestaat niet. En toevallig waren ze er dus bij mij uh, vier weken geleden. Tineke was er al wel een keer geweest, maar Eelco nog niet. En die zei, wauw, je hebt het echt gedaan, die boerderij in Amsterdam. "Kijk, ik zei toch? Dus eigenlijk gewoon alles wat ik als kind droomde, dat heb ik wel gerealiseerd. Ja, je hebt het gevisualiseerd. En dan... ja. Maar hoe, hoe ga je dat daarmee om? Dus je, je, je bedenkt, of tenminste, je visualiseert of je hebt zoiets van oké, okay, ik wil graag actrice ik worden. Ik ben een dromer. Dus ik, ja. ik kon vroeger als kind het echt voor me zien. Ja. Dus ik, ik heb echt uren. Mijn moeder zei altijd "Ga bidden tot God uh, wat je wilt. Mm -hmm. Uh, later dacht ik, ik weet niet of God bestaat, maar ik geloof dat het universum je uh, wel bestaat en dat ja. er wel een soort van uh, wet is, een universele wet die, mm -hmm. uh, die naar je luistert. En of, uh, of het nou, ik geloof wel in God, maar ik geloof niet dat God een menspersoon is, laat ik het zo zeggen. Dus voor ja. mij is het goddelijke een energie en die zorgt dat wat goed doet, goed ontmoet en dat soort dingen, weet je wel. Maar ik geloof niet dat er dan iemand zit van, nou jij hebt dit gedaan, dus jij krijgt straf. Zo denk ik niet dat het werkt. Want hoe zag je er dan uit in het dinosaurustijdperk? Weet je, als een dinosaurus en toen er nog helemaal geen mensen bestonden. Ja, ja. Dus ik denk niet dat het op zo'n vorm eruit ziet. Maar ik denk wel dat er wat is. En dan zei mijn moeder, ja, ga bidden tot God. En dan ging ik gewoon uren bidden tot een, of ik een paard mocht. Ja. Weet je, dan zat ik gewoon uren op mijn kamer ja. aan God te vragen dat ik een paard wilde. En ja. uh, dan um, had ik ook zo'n mala, waar je dan... In, in hindoeïsme moet je dat tussen je vingers zo doen en dan ga je een mantra opzeggen. En dan zei mm -hmm. ik alleen maar ik wil een paard, ik wil een paard, ik wil een ja. paard, ik wil een paard, weet je wel. Ja, ja en dan kwam dat paard er. Ja. Of die rol in goede tijden uiteindelijk. Ja. En of dat dan door God komt of doordat ik gewoon die verbeeldingskracht had. Ik zat daar gewoon en ik zag het ook voor me. Dus ik, ik rook dat paard, ik was een aan het borstelen nee. en ook die rol in goede tijden. Ik voelde dat ik daarin speelde. Dus... Ja, ik zag dat gewoon helemaal voor me en ook die boerderij ja. heb ik voor me gezien. Leuk. Maar je zegt net tegelijkertijd ook: van hè, het is niet alleen visualiseren, eraan denken, maar je moet echt van je stoel afkomen. Ja, Neem maar ons en dat mee. gebeurde natuurlijk later, want zeg maar als kind was ik heel jong mm -hmm. en uh, toen kon ik natuurlijk nog niet echt uh, stappen ondernemen om een rol in goede tijd te krijgen. Maar vanaf me, laat ik zeggen, mijn tiende, elfde of 12 heb ik dat wel gevisualiseerd alvast. Dus het was ja. al wel aangezet in het universum van oké, okay, dat wil ze echt heel graag. Ja, precies, ja. En alles was al wel aan het bewegen daarheen. En ja. later, toen ik dus wat ouder werd, een stuk later eigenlijk, had ik nog steeds die droom toen ik 21 was. Mm -hmm. En inmiddels tienermoeder al en weet ik het allemaal, maar nog steeds die droom. En toen kon ik er echt wat aan doen. Dus toen kon ik naar castingbureaus gaan, nieuwe foto's maken en allemaal dat ja. soort dingen doen. Ja. Maar als kind, kijk ook met dat paard. Ik wil een paard, ik wil een paard, ik wil een paard. Dat riep ik dan wel urenlang. Maar ik ging ook, uh, want op een gegeven moment zei mijn vader, als je een gratis stal kan vinden, krijg je een paard. Ik ging ook langs allemaal boeren om die gratis stal te vinden. Dus ik ging ook ondernemen om dan die gratis stal te vinden. Terwijl, ja. als je naar iemand zou gaan en zou zeggen, ja, als ik een gratis stal vind, krijg ik een paard. Dan zou diegene denken, ja, dat heeft je vader slim gedaan, want er bestaan geen gratis stallen. En dat, dat kan ik dus niet tegen. Als iemand tegen mij zegt, dat kan niet. Dan ga jij aan. Ja, dat, ik heb ook één personeelslid nu die dat wel eens doet. Mm -hmm. Die vindt dat dan, die noemt dat dan realistisch. Daar kan ik echt mee in discussie met die met die ja, 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 ja. chick, die werkt bij mij. Ja. Daar, kan, daar, kan, daar kan ik pittige discussies mee hebben. Ja. En toevallig was er gisteren nog zo'n voorval dat ik, dat ik iemand wil sponsoren in de sport. en die gaat nu wereldkampioenschap fietsen. Mm -hmm. En ik zeg, waarom staan we dan niet op haar shirt? Weet je, wat ja. is dit? Ik had het al het balletje al, zeg maar anderhalf maand geleden, opgeopperd. Opge dat ik op haar met mijn killerbody op ja. haar tenue wilde. We ja. hebben het niet opgepakt. Dus ik zeg, wa wat is dit? Waarom ze gaat wereldkampioenschap nu fietsen? <laughs> 8 oktober, waarom staan we <laughs> er niet op? Ja. Dus toen zei zij in die groep, ze zei, ja, dat is nu al te laat, want. Uh, de kleding is al klaar, Ja, dan krijg ik helemaal korte sluiting ja, ja, ja. van uh, het wordt gewoon gefixt. Maar toen ben ik zelf gaan bellen, heb ik het gefixt. Ja, ik is zit op de, de hele helm, ja. weet je wel, helemaal geërberist. Dus je kan altijd alles nog fixen, ja. maar soms moet je het wel zelf doen. Ja, soms moet je hey, het helemaal als je doen. ook mensen hebt die denken: van... Nee, dat lukt toch niet of dat kan niet. Of het uh, eigenlijk in principe in mijn bedrijf zie je heel erg de DNA van mij, dus je ziet heel erg dat iedereen denkt, zoals ik op die ene persoon na. Nou, zij is ja. ook wat ouder en zij komt uit een ander bedrijfsleven. Ja, en die is dan meer, en dan denk ik, oh, wat, wat jammer eigenlijk dat je zo denkt. Voor ja. jou ook. Ah, misschien heeft het ook even wat tijd nodig yeah, om het ja. te adopteren. Want op een gegeven moment word je zoals de mensen om je heen. Ja. En dan wordt ze ook zo'n actiegerichte persoon zoals jij. Ja, maar het is wel zo, als zie je dan wel, als iemand dan 40 is. Mm -hmm. Want ze is 40, of ze wordt nu 40 deze week. Ja. Uh, dat, en je hebt je hele leven ben jij op die manier opgevoed door die ja. ouders. Ja. Zij doen maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Nee, ja. je moet een studie doen en anders kan je niet verdienen. En ja. uh, zekerheid, want je ben, werkt voor een baas, zij werkt ook voor een baas. Dus je houdt van zekerheid. Dat het voor die mensen wel iets ingewikkelder is om zo te denken zoals ik. Ja, die zijn helemaal geprogrammeerd, hebben een bepaald ja. beperkt referentiekader. En ja. Ja, terwijl dat jij zijn dus ook een... geen ondernemers, want nee. daarom ze werken ja. ook voor een baas. Ja, ja, ja. 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 Kan ik me voorstellen inderdaad. Maar goed, dat, uh, ja, dat ook die zijn denk ik op een of andere manier te programmeren. De, 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 nee. Dat jongere mensen, onder de twintig, laten we zeggen, vooral onder de vijftien, die zijn nog heel erg kneedbaar. onder de tien helemaal. Die adapteren heel snel, et cetera. Ja. En als je inderdaad wat ouder wordt en op een bepaalde manier opgroeit dan. Wordt het steeds moeilijker. Ja. Maar, ik, uh, ik maar ben je ziet wel gewoon. zeg maar Mijn uh, manager die bij mij werkt, die manager is, die is 26, die is bij ja. mij gewoon een stagiaire. Die heeft helemaal mijn DNA. Vet, ja. Die is gewoon begonnen van onder. Die weet gewoon, die zal nooit echt lukt niet. Nee. Die zegt dat alles mogelijk is. Ja, maar dan dan ook zie gezien je, die is bij dat, mij ja, opgegroeid. Precies. Je? Ja, ja, die gelooft het ook echt. Die ja. heeft het gezien. Ik kan me voorstellen dat je misschien in het begin denkt van, ja, het is niet realistisch. Maar als je dan elke keer ziet dat de dingen die niet realistisch zijn, <laughs> wel lukken. lukken. Of misschien voor de helft lukken, maar het is wel gelukt op een of andere manier. Dan ga je er toch in geloven dat altijd alles mogelijk is als je maar ja. wil. En als je inderdaad wat doet. En als we dan een beetje terugspoelen, dan ga je dus, uh, je visualiseert. Ik wil graag in goede tijd slecht tijd Heel specifiek, heel belangrijk natuurlijk. Um, neem ons mee, want je, wordt, je zegt je wordt op een gegeven moment 20, 21. En dan ga je proactief, kom je van die stoel af, ga je naar castingsbureaus, etcetera Ja, ik was eigenlijk... Um... Uh, ook al daarmee bezig voordat ik moeder werd. Dus ook al op mijn 17, 18 uh, of mm -hmm. 16, 17, 18 heb mijn moeder me meegenomen. Maar werden we vaak opgelicht. Dat waren dan van die kacht, kastingbureaus, moest je 350 gulden inschrijfgeld betalen. Dan moest je de zogenaamde professionele foto's maken. Dat was gewoon voor die model. Al die meisjes ja, in de rij. Dat al, Wordt allemaal ja. uh, beroemd. Dus ze was wel heel lief van mijn moeder. En dan nam ze me wel mee. We hadden niet veel geld. Maar dat ging er dan toch aan op. Weet je wel. Ja. Dus ze, ze wilde wel mij echt helpen ook. Ja. Um, uh, en dan, toen werd ik moeder op mijn uh, achttiende. Mm -hmm. Nou, toen heb ik me daar eerst heel eventjes aan gewijd. En toen, uh, toen zij, denk ik, zeven maanden was of zo en de borstvoeding voorbij was, dacht ik: ja, ik wil toch echt gewoon actrice worden. Punt ja. uit. Ja. Klaar voor het tijd. Dus toen nou. ben ik naar het castingbureau gaan. Uh, wat altijd de casting doet dus voor Goede Tijden of deed. En dan had ik haar meegenomen, Irem, mijn dochter. Mm -hmm. Dus ze ging mee. En uh, toen zeiden ze tegen mij: van, Wil Irem niet in uh, Goede Tijden spelen? Want het was toen Lucas, baby Lucas, die is nu volgens oh, mij heel ja. groot. Of ik weet niet of hij er nog in zit. Toen zei ik: Ja, hoor, is goed. En toen was ik dus. Weet of... je wie Lucas was trouwens? Even tussendoor. Dat is toch Ferry Doedens? Lucas? Ja. Ja. Okay. ja, dus de baby heeft hij. Yeah, uh, 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 ja, de baby. Ja, ga door. Ja, dus toen waren we op de set en heeft iets van drie dagen of zo uh, Baby Lucas gespeeld. Uh -huh. En toen was ik daar natuurlijk op die set en toen dacht ik: wauw. Dus toen zag ik die mensen, ik zag die camera's, ik zag de set. Ik was helemaal kippenvel en toen kon ik het nog beter affirmeren, visualiseren, ja. omdat ik het echt had gevoeld, weet je hoe het was. En binnen ja. een half jaar, volgens mij, zat ik erin daarna. Ja. Ja. Wow, dat is net als als je inderdaad als jongens droom hebt: ik wil graag een BMW hebben. Ja. Je gaat bij de dealer er echt in zitten ja. dat leren stoel ja. voelen. Dan wordt het net even wat. Ja, echte, dat was het nog... echt geworden. Toen wist ik het gewoon ah. zeker. Toen dacht ik, ik stop gewoon niet meer. Ik, ga er gewoon... ik ben zo vaak langs gaan naar castingbureaus. Ik ben zo vaak nieuwe foto's gaan brengen. En ook dat ik het, dat ik die auditie had, stond op de website een oproep voor een Marokkaans Meisje. Mm -hmm. uh, 22 jaar een toonbare acteerervaring. Mm. Had ik allemaal niet. Ik was niet Marokkaans. Het was geen 22, ik was 21 en ik had geen aantoonbare acteervaring. En toch heb ik een motivatiebrief gestuurd. Zo'n Marokkaans mogelijke foto erbij gedaan. <laughs> en, uh, en toen werd ik uitgenodigd voor die auditie. En er waren 40 meisjes. En ik dacht, focus op jezelf. Why? En met tien meisjes door naar de tweede ronde. En toen gewoon geworden. Dus ja, ik de geloof gewoon heel erg. En ik weet ook nog het moment dat ik die mail of die oproep zag op die website. En. Dat probeer, vertel ik altijd vaak in lezingen, dit verhaal. Je moet niet afwachten. Want ik stond daar al ingeschreven. Ze hadden mijn foto's, maar ze hadden me niet uitgenodigd. Dus ik ben ook nog op de website gaan kijken. Oh, toen zag ik dus dat ze een oproep deden. En toen heb ik daarop gereageerd. Maar ik ja. zat al in hun database. Ja, precies. Soms, kijk, dan zeggen weer die odds van... He, ja, je bent niet Marokkaans. Je hebt geen aantal... Nee, je hoort er niet bij. Dus ja. ik rolde niet uit hun systeem. Nee, nee. Maar ik dacht, doei, die rol is van mij. So, ik heb hem gewoon geoond. Op ja. het moment dat ik dat zag dacht ik deze rol voor mij. Wow. Ik moet dit nu ja. zien. Ik weet nog kipvel helemaal en uh, internet was net hè, toen was het nog helemaal niet zo lang. Ja. En ik wist, zat gewoon met die laptop had ik op op de bed zo'n grote laptop van vroeger nog en ik dacht yes dit is mijn rol. en ik voelde het ook helemaal in mijn lichaam dat ja. en toen wist ik het gewoon. Ja dan ga je ook op een hele andere manier die ja. motivatiebrief schrijven en het ja. is zoals je zegt inderdaad de combinatie van hè. je staat in die database maar ja, dat is gewoon een systeem die zegt klopt niet geen vinkje dus ja. het niet. Ja. Maar als je dan dat proactief ja. maar nog meer uh, uh, zeg je dat ingangen gaat zoeken, zoals jij hebt gedaan, ja, dan is de kans gewoon groter dat je er komt. Ja. Dus dat is denk ik wel een belangrijke les voor de mensen die luisteren. Als je iets wil, ja. probeer het niet alleen op uh, één manier, maar nee. het liefst op twee, drie, vier of vijf verschillende manieren. Ja. En dan lukt het misschien wel. Ja, en dat is eigenlijk ook uh, gebeurd uh, later weer met Expeditie Robinson. Expeditie Robinson was ik voor gevraagd, of mm -hmm. had ik een interview uh, dat jaar daarvoor. En toen was ik niet geworden. Uh, en dat was ook niet mijn moment, want mijn, mijn basissituatie, mijn thuissituatie, ik was net gescheiden, ja. uh, ik had nog niet helemaal de, de rust om ook mijn kinderen zeg maar, uh, alleen te laten voor ja. zo'n tijd. dan had ik het denk ik niet gehaald daar, weet je. En nu een jaar later was dat helemaal stabiel, stabiel. mijn moeder ja. kwam in huis en ik was er echt klaar voor ook om in die finale te komen, ja. want je bent gewoon 33 dagen weg. ja. Dus alles gebeurt ook met een reden, geloof ik, op het juiste moment, de juiste timing. Dus toen baalde ik dat ze me de eerste jaar niet vroegen. Want ik, had toen, ik was toen net uit elkaar met mijn ex en ik had helemaal niets zoveel geld en ik kon dat geld gebruiken. Ja. En dat, ik was net DJ geworden. Vol, volgens mij nog niet eens. Was ik nog geen eens DJ geworden. Dus ik was nog heel erg aan het zoeken. En toen werd ik het niet. Toen dacht ik, kut, weet je wel. En toen belden ze nu, uh, dat jaar daarna, uh, was er iemand uitgevallen. En omdat ze dat interview met mij al hadden gedaan, en ze moest, ik moest binnen een week beslissen. Ja. En toen zei ik, ja, ik doe het. Ja. Ja. En nou, toen kwam ik in de finale uiteindelijk. Ja, je was sowieso BNR. Dus dat, dat, dat is natuurlijk ook gewoon mooi. En waar ergens een deur dicht gaat, gaat een betere open. Hè? Ja, dat betere, is wel echt. Zo, het lot he? laat zich niet sturen. Nee. Zeg ik altijd. En dat is wel echt waar. Uiteindelijk is dat uh, veel beter geweest. Inderdaad. Dit was een beter moment voor ja, mij. Je kinderen konden bij je moeder ja. blijven. Je hebt de scheiding kunnen verwerken. Ja, ja. Dan, zit je ook, ja, dan kom je ook zo ver. Hè. Je, komt, uh, je, kon, je staat gewoon in de finale. Uh, dat is mooi. Ja. Dus dan heb je op een gegeven moment die rol in GTST. Je hebt je best gedaan. Uiteindelijk uh, kom je binnen. Je gaat acteren met uh, Ludo Sanders en Janine Echtschut. Dat <laughs> Dat dat is hartstikke leuk. Uh, Govert volgens mij toen nog die, uh, die wanneer, uh, meneer, meneer Harms, uh, ja. meneer Harms, inderdaad. Uh, ja. ja, dus dat is dan hartstikke leuk. Um, op een gegeven moment uh, besluit je een aantal jaar later, uh, ja, eerst met Expeditie Robinson, volgens word je DJ, toch? Hoe wat is de volgorde daar? Nee, 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 ik was zeg maar vlak voordat ik in Expeditie Robinson zat, ben ik DJ geworden. Ja. Um, terwijl ik laat ik zeggen dat ik zes, zeven boekingen had gehad voordat ik in de Expeditie zat. En toen, uh, nou toen voordat de Expeditie op tv kwam, was je natuurlijk een half jaar verder alweer, of zo, of drie kwart jaar verder. Ja. En toen was ik dus al ongeveer een jaar echt DJ. Ja. Uh, dus ik had ook wel heel veel beginnersfouten. Want ik werd natuurlijk best wel meteen geboekt, maar ik kon nog helemaal niet draaien. Dus dat moest ik echt wel in de praktijk gewoon leren. Keihard op mijn bek gaan ook een paar ja. keer. Mm -hmm. um, en volgehouden. En toen uh, ik in Robinson zo goed ging, en dat, dat is echt twaalf weken lang, ben je dan op tv en dan kijken natuurlijk twee miljoen mensen of zo naar. Ja. Toen, ja, toen waren die boekingen niet meer aan te slepen natuurlijk. Ja. Toen had ik op een gegeven moment echt dertig boekingen per maand. Wow. Heerlijk. Maar hoe, uh, waarom besluit je om? Van, uh, je, je, je droomt er altijd van om uh, in GTST te spelen. Je hebt ook heel veel andere rollen gedaan. Uh, je wilde actrice worden. Maar waarom, ga je dan, waarom maak je dan die overstap naar DJ? Wat is Omdat daar, in uh, Nederland kwam ik al heel snel achter dat het, hetzelfde groepje mensen continu wordt gevraagd voor televisieseries. Uh -huh. En Nederland is gewoon een klein land. Dus uh, een goede tijden, slechte tijden, of een onderweg naar morgen, of wat je vroeger allemaal had, is een luxe positie. Je krijgt iedere maand je salaris. En je uh -huh. hebt iedere maand werk. Maar uh, als je daar uitstapt... En je doet één serie per jaar is veel. Want zoveel series komen er niet uit nee, per jaar. Maar je moet nee. het zo zien, als actrice krijg je per dag betaald een okay. dag. Een mm -hmm. dagfee. Dus stel je voor, je doet bijvoorbeeld Penosa, bij wijze van spreken. En je hebt 10 opnamedagen en je krijgt mm -hmm. 650 per dag. Heb je 6.500. Afhankelijk van de rol die je hebt, toch? Ja, nou Hoe ja, belangrijker maar... de rol meer. Uh, ja, maar je vrienden... meer dan 2000 per dag krijg je niet in Nederland. Okay. Dus snap je dus, uh, en meer dan 30 draaidagen heb je vaak ook niet. Dus als je dan uh, dat uitrekent en uitsmeert over een heel jaar, heb je, ben je, zit, zit je onder minimum salaris. Want als jij zo'n serie hebt gedaan, dan is er niet per se weer de volgende serie. Want je hebt net die serie gedaan, snap ja, precies, je? Ja. En zoveel series komen er niet uit. Ja. En zoveel film, films ook niet. Nee. Dus je hebt als eigenlijk komt het er gewoon op neer dat je gewoon werkloos bent als actrice ja. in Nederland. Ja. Dus daarom maken sommigen dan die overstap naar het buitenland, die het heel goed hebben gedaan. Uh, maar je, ja, je moet er gewoon iets naast doen. Ja. En ik geloof niet zo goed dat je in heel veel dingen tegelijk goed kan zijn of dat je in heel veel dingen tegelijk succesvol kan zijn. En ik heb op een gegeven moment, kon ik niet zo goed tegen dat afwachten. Want je wint actrice, je moet gewoon wachten tot het castingbureau, wat het monopolie had in Nederland, je belt. Ja. En die belden eigenlijk altijd dezelfde soort mensen. Ja. Uh, en daar hoorde ik dan niet bij. Misschien was ik er bij de hand. Ik was ook eens wel bij de hand. Ik was nog jong. Ik had altijd wel een weerwoord. Ik ja. was, ging altijd een discussie met de regisseur, weet je ja, wel. Ja, dat was die ondernemende vrouw. <laughs> ja, dat ja, ja, was altijd was, wel uh, wat, weet ja, je wel. Dus, uh, ja. Ja, ik heb toen op een gegeven moment gewoon gezegd... ik ga ondernemen. En heel veel dingen geprobeerd. spreken, tent cabines, hotel. Heel veel dingen mislukt ook. Ja. Maar ik wilde gewoon niet afhankelijk zijn... Van een ander over hoeveel geld ik te besteden had. Ja. Dat, dat, dat had ik gewoon heel duidelijk in mijn hoofd. Ik wilde ja. gewoon een fijn leven leven. En dat ja. gaat niet als actrice. Ja. En toen heb ik gewoon die keuze gemaakt: oké, okay, dan stop je ermee. Wat ik heel jammer vind. Ja. Wat ik echt wel heel jammer vind. En toen uh, je besluit om inderdaad te stoppen met hetgeen wat je superleuk vindt. Die droom vanwege het financiële verhaal en ja, een beetje de afhankelijkheid het van. Het was ook al een droom dat ik rijk zou worden. Dus ja, okay. die twee waren <laughs> wel een beetje, ja. lagen wel naast elkaar. Zeg nou, dan, uh, maar. dan zie je dat DJ-verhaal. Je bent natuurlijk al redelijk bekend. En misschien kom je dan wat makkelijker dat wereldje in. Weet ik niet hoe dat precies werkt. Maar hoe, uh, hoe was... ben je erin grot? Nou, het was eigenlijk een grap van iemand. Dus het was niet de bedoeling dat ik nou DJ ging worden. Een vriend van mij die vroeg hm. mij: Wil je draaien op mijn verjaardag? En ik ga mijn birthday geven. En ja. uh, toen zei ik, ja, maar ik kan helemaal die niet draaien, weet je wel. En toen zei hij, ga ik het je leren. En ja. tijdens dat proces dat hij mij het leerde, eerst kon ik dat ding wel door het raam gooien. Maar toen ik het eenmaal door had, toen dacht ik, wow dit is leuk. En toen ging ik het met plezier doen. Ja. En uh, ja, toen ging ik daar volgens mij over delen. Volgens mij was toen nog Facebook. Ik weet niet of toen Instagram al bestond. Ja, volgens mij net of zo. Ik weet het niet meer, maar in ieder geval ging ik erover delen. En toen uh, stond het opeens in, in de nieuws. En toen kreeg ik gewoon boekingen. Ja. En toen dacht ik, nou, hartstikke leuk. En het was echt ook een van de leukste periodes uit mijn leven, ja. ja. Ik heb het zeven jaar gedaan. En wow. mensen dachten echt dat ik het erbij deed. Dat doe je toch erbij. Maar het was gewoon, gewoon, mijn voelde aan baan. ja. Ik zei net ja. ook in de introductie: uh, volle agenda, ook trades ja. over de hele wereld. Ik, in die wereld krijg je best goed betaald, dus uh, lekker flink cash ook. Ja, nou, op een gegeven moment was het heel goed, maar in het begin was het niet zo heel goed. Maar ja, op een maar gegeven moment was het goed en ja. zoveel boekingen doe je gewoon per maand. Dus ja, ja het was super leuk. En de ja. zomertour, leuk. vier keer gedaan en dan ga je het wel heel vermoeiend ook. Op een gegeven moment was ik er ook wel een beetje klaar mee. Maar dat kwam meer omdat mijn bedrijf zo groot werd. Ja. En, en het, is een, uh, het is een beroep waarbij je jezelf inzet. Dus je ja. eigen uren. Het is minder passief, net zoals ja. wat je nu met Killer Body doet. Dat eigenlijk die winkels het werk voor jou doen en jij alleen moet zorgen dat je product daar ligt. Ja. Ben je daar heel veel van je eigen tijd uh, in aan het steken. En op een gegeven moment houdt je uurloon of hetgeen wat je voor een boeking kan vragen, houdt ook op een gegeven moment op. Ja. Dan ga je die afweging maken van is het de moeite wel waar. Maar je had het net ook over: uh, ik heb heel veel fouten gemaakt. Ik denk dat het wel leuk is voor onze gasten. Uh, om eens te horen, wat is nou de grootste fout die je hebt gemaakt toen je DJ werd? En wat heb je oh, ja, geleerd? dat zijn gewoon DJ-fouten. Dat zijn gewoon, gewoon uh, mixfouten. Dat is natuurlijk in het begin als je het gewoon nog niet kan en denkt dat je het kan. Mm -hmm. Maar dan, dan had ik dan zo'n uh, setje voorbereid met platen. En als je een goede DJ bent, kan je anticiperen. Want dan kan je natuurlijk zeggen: Oh, dat publiek, het publiek slaat niet aan. Ik ga wat anders doen. Maar als ja. je nog niet zo goed bent, dan kan dat niet. Want je hebt Voel je dat niet aan, ja. Je, Nou ja, je hebt precies geoefend dat die plaat <laughs> naar die past. En dan die naar die ja. en die naar die. Ja, dus ja. in het begin. Dan, dan, dus ze zeiden: Kunnen we het anders op? Weet je wel, staat zo in je dj want Het is afgrijzelijk of zo. En dan kan je ja, niet ja dus dan ja. loopt die, die... Jouw, jouw script blijft hetzelfde script. Het <laughs> loopt gewoon leeg. Ja. Dus dan leer je wel je snel mee omgaan en dan ga je het gewoon uh, wel goed doen. En uiteindelijk, ja, ik had zoveel boekingen op een gegeven moment. Leer je het wel. Maar het maar was als niet als op gaat... een Tomorrowland of zo, waar uh, 50.000 man stonden. Dat nee, je die fout moet nee, nee, toen ik, daar heb ik niet gestaan. Maar Dansville heb ik dan wel bijvoorbeeld wel gestaan. Toen maakte ik al geen fouten meer. Toen nee, ja, ging het al gewoon goed. Mag eigenlijk ook niet, hè, voor het nee. geld dat je daarvoor krijgt. Dan. Ja, ja okay. En, en uh, nee, maar meer zeg maar, ondernemingsfouten als... Wat ik mensen zou meegeven is dat je nooit iets doet vanuit financiële redenen. Dus je moet niet iets doen omdat je denkt dat het gaat geld opleveren. Mm -hmm. uh, maar iets doen wat je passie is en dan kan je er geld mee verdienen. Ja. En dan kost het je ook geen moeite om het te doen of het ook hartstikke leuk dat had ik bijvoorbeeld met DJ op een gegeven moment vond ik het niet meer leuk. En toen ja. kostte het me heel veel moeite. Toen had ik geen zin meer om muziek uit te zoeken. Niet meer om uit mijn bed te komen. Ik ja. had gewoon het zwaar. Ik vond het te zwaar. En uh, met ondernemen heb ik veel dingen geprobeerd. En ook impulsief. Heel veel lesgeld betaald. Kinderkledingwinkel. Ja, een vriendin van mij werkte in een kinderkledingwinkel. Die had een keer de omzet verteld. Was. Totaal niet relevant voor wat ik ging doen, want ik ging op een hele andere locatie zitten met een hele andere merken en zo. En toen dacht ik, oh, daar word je rijk van, ga ik doen. Ja. Weet je, dus dat soort dingen zijn gewoon dom. Je ja. moet gewoon doen wat je leuk vindt. Stond ik daar in die kledingwinkel, dacht ik, is dit nu mijn leven? Moet ik nu de hele dag in een kledingwinkel staan? Ja. Ja. Oh my god, ik wil hier niet meer staan. Ik wil weg, ja. weet je wel, mooi die weer. Projecten Zodat, ja, sta je ja. daar in een winkel, in een winkel, een hele dag. Ja. Nee, dat was niks voor mij. Ik ben een bij. Ja. Dus ik heb ook gewoon dingen gedaan vanuit de gedachte dat ik er rijk mee zou worden. Ja. En dat werkt niet. Dat is niet de goede gedachte, zeg je net? Nee. Um, je komt er dan. Uh, is dat de eerste keer dat je erachter komt dat je iets doet wat je niet leuk vindt? Toen je DJ werd? Dat je op een gegeven moment denkt van ja, ik vind het niks. Of had je dat eerder nee. al? Dat ja, je zei, die dat... kinderkledingwinkel was daarvoor. Oh, dat was daarvoor al. Ja. Toen had je al zoiets van ja, je moet eigenlijk wel iets doen waar je passie voor hebt, zodat het niet voelt als werken. Ja, nee, die kinderkledingwinkel heb ik met verlies weggedaan. En. Okay. Uh, ja, Een droom moet je niet opkouwen, die moet je gewoon doorslikken. <laughs> Wegvegen. En leer en lesgeld. Ja, is ja. Dus gewoon le leergeld. Ja, nou, dat, ja, in Amerika zeggen ze altijd: die doet het pas mee als je zeven keer failliet bent gegaan. Uh, en in dit, ge in dit geval ben je dan niet failliet gegaan, maar kwam je erachter dat het helemaal niks voor jou was. Nee. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste leermomenten, toch? Dan ja. weet je van wat wil ik wel in het leven en wat wil ik niet. En als je iets gaat doen wat je wel wil ja dan voelt het ook minder als werken omdat je het leuk ja, het vindt is echt toch je denk passie ik? en je ja. doet het met veel liefde hè. en dat staal je uit en dat vibreert naar buiten en dat zien mensen ook ja. als je mijn reep nu in je mond steekt dan denk je ja. jeetje dat is zo nagedacht ja dit is top <laughs> gaan we straks eh, inderdaad even doen de killer is goed dus over nagedacht ja. die proef lekker en dat, denk, en dat doe ik gewoon met passie weet ja, je wel ja. volgende week ga ik bijvoorbeeld naar een fabriek in België Namelijk moet ik heel lang rijden ik blijf er slapen allemaal meetings proef maar dat vind ik heel veel ja. heel leuk om te doen ja en dat is anders dan dat je denkt ook wil hier rijk van worden ja ja, ik denk dat sowieso als je het doel hebt om rijk te worden, het kan wel. Het is een kinderdroom. Het, het was ja. wel een kinderdroom. Als kind zeg je, ik, wil laten rijk ja, worden, zeg ja. maar. Alleen later besef je van, oké, okay, uh, je moet eigenlijk iets doen wat je leuk vindt inderdaad. Maar te tegelijkertijd moet je ook gewoon waarde toevoegen. Ja. Dus als je die combinatie te pakken hebt van waarde toevoegen, dus iets doen wat... Niet iedereen doet of iets Unieks aanbieden. En tegelijkertijd iets wat je zelf leuk vindt. Dus als je dan op zo'n beurs bent of bij een leverancier een fabriek en je zit een keer weer in Italië voor de zesde keer in een maand. Dat het niet voelt als van ah ik ben weer in Italië om die fabriek te bezoeken, maar ik vind het gewoon echt leuk. Ja. Ik klap hier mijn laptop open omdat ik het leuk vind, ja. niet omdat het moet. En dan voelt het ook nooit als werken. Ja. Leuk. En dan heb je dan dat DJ-verhaal. Doe je super succesvol, verdien je veel geld mee. Veroverdelen de hele wereld met je optredens. Maar je komt er dan achter van oké, okay, ik wil iets doen wat ik leuk vind. Wat, wat kwam er daarna? Nee, toen, zeg maar, uh, het, je hebt het in de introductie al een beetje verteld. In 2012 werd ik DJ, ongeveer. Ja. En toen zat ik ook in Robinson. Ja. Dus dat liep een beetje parallel. Ja. En na Robinson was ik 11 kilo afgevallen. Je, je, je krijgt er natuurlijk niks te eten. Ja. En daarna, dus zeg maar, in Nederland had ik een, nou, een eetstoornis gekregen in de zin van dat ik niet meer kon stoppen met eten. Ja. Dus heb ik een jaar lang tot zeker 2013-14 alles gegeten alles door elkaar gegeten en toen dacht ik toen kreeg ik allemaal schimmels en uh, ja. last van mijn gezondheid wat voor schimmels zijn er? ja dat zijn van suiker of zo ja dat is van suiker oh. zeg maar candida's in je darmen en dan krijg je allemaal van die witte plekjes op je huid en toen dacht hmm. ik gewoon dit moet echt veranderen ja. en daarvoor deed ik dan wel uh, eens trainen dan weer niet en dan weer wel en dan weer niet zo yo, -yo achtig zeg ja. maar ja. en nu dacht ik laat ik een keer gewoon echt uh, fit worden en dat deelde ik op Instagram. En dat is ongeveer 2014-2015 geweest. Mm -hmm. Dat ik dat ben gaan delen op Instagram. Mijn journey om fit te worden. Dat noemde ik My Killer Body Motivation. Mm -hmm. uh, afkorting dan MKBM. En daar, vanuit daar kwam een platform met trainingsvideo's. Okay. En dat is dus eigenlijk allemaal organisch gegaan. Ja. Dus dat is niet van ik ga een bedrijf beginnen en ik wil er geld mee verdienen. Nee, nee ik wil fit worden en ik ga dat delen. Ja. En toen kreeg je heel veel vragen van hoe doe je dat nou en et cetera. En toen dacht ik weet je wat, ik maak gewoon trainingsvideo's voor 6 euro per maand waar mensen lid van kunnen zijn en dan kunnen ze meekijken. Ja. En zo ben ik dat eigenlijk begonnen en vanuit dat platform kwam uh, het boek. En dat boek werd een, nou ja, een groot succes, kwam op nummer 1 binnen. Toen ja. het boek 2 uitkwam stond ik nummer 1 en 2 met allebei de boeken. Zo. So. En 450.000 boeken verkocht. Ja, dat is tof. Ja, en de, eerste, de enige, de eerste auteur in Nederland die met twee boeken op nummer 1 en 2 staat. Zo. So. Ja. Hoe doe je dat dan? Vertrouwen hebben dat ik dat weer ga doen. Want dat heb ik wel echt gevisualiseerd en gewoon vertrouwen gehad. En uh, dat was gewoon een heel groot succes, dat boek. En nummer 2 ook. Maar ja, nummer 1 wel het grootste succes. Ja. ja. Dus je bent uh, eigenlijk nog volop. Oh, sorry. Ja, nee. De, ja. Ja. ja, zeg maar. Nee, maar dat is dus organisch gegaan. Dus uh, tegelijkertijd mm -hmm. m, met dat boek en dat platform draaide ik nog. Ja, precies. Maar op een gegeven moment nam ik één iemand aan, en nog iemand aan. Ja. En toen moest ik dus en mijn personeel uh, overdag aansturen. Mm -hmm. En s'avonds, s'nachts moest Draai. ik gaan draaien. Ja. En muziek... Kijk, als je dj bent, goede dj, dan bereid je je goed voor. Want mm -hmm. dan ga je kijken welk publiek is het, wat is het leeftijd. Ja. Dan ga je nieuwe platen downloaden en al die dingen. Dat deed ik niet meer op een ja, gegeven moment. Automatische piloot. Moet ik, dan moet ik stoppen als ik dat ja. niet meer doe. Als ik die passie niet meer kan voelen omdat ja. ik alleen maar bezig ben met mijn bedrijf. En toen ben ik gestopt. Een jaar voor corona ben ik gestopt. Oh, Oké. Okay. Ja. En had je bij... Uh, <coughs> Bij hetgeen wat dan parallel liep met hetgeen wat je dan deed als DJ. Bij dat project had je daar wel het idee van. Ah, dit is wel echt iets wat ik veel leuker vind dan wat ik nu ja. doe. En waar ik mijn passie in kwijt kan. Ja, MKM, Mike in Body Motivation. Ja. Dat vond je wel echt leuk. Ja, dat vond ik echt heel leuk. Ja. En ook met name natuurlijk toen dat boek uh, zo binnenkwam op nummer 1. En zoveel mensen ermee aan het afvallen waren. Want twaalf weken later was iedereen afgevallen. Zo. Dus ze zijn echt dat twaalf weken dieet gaan doen. Mm -hmm. En daarna zoveel afgevallen. Ja, Want, hoe, uh, want je, je hebt het over een platform. Uh, ja. Waar je video's op deelde waar mensen dan 6 euro voor moeten betalen. Superleuk project. Maar hoe, uh, hoe gaat het? Was dat meteen succesvol? Of, uh, um, of nou niet? Ja, of? Nee, kijk. Ik had niet zoveel geld toen ik dat uh, startte. En ik had dus ook niet zoveel geld om een website te bouwen. Dus toen ben ik naar fit for free gegaan. Mm -hmm. En Toen heb ik aan hun gevraagd of hun dat met mij wilde doen. En toen hebben ze me best wel lang aan het lijntje gehouden. Want ze zeiden dat ze dat dus wilden. En dat zij zouden dan investeren in een website en een platform. Ja. En ik zou dan de marketing doen. En zou het 50-50 zijn. Ja. En ik was al bezig met een lancering regel Ik was natuurlijk op dat moment DJ. Dus ik had Club Ape in Amsterdam geregeld. En allemaal... Okay. Uh, ja, ik had uh, gezonde maaltijden gesponsord. Ik had het helemaal goed gedaan. En toen zeiden hun eigenlijk: ze hadden ook al zo'n zo opzet laten zien van de website, hoe die eruit kwam zien. Te zien. Ik had uh, geregeld dat ik ergens trainingsvideos kon opnemen. En toen zeiden ze eigenlijk gewoon iets van anderhalf maand van tevoren af. Zeiden ze: ja, we denken toch niet dat mensen 6 euro per maand gaan betalen voor video's voor, van jou. En uh, kijk, dan kan je dus denken van, oké, okay, dan stop ik ermee, want zij zal, zullen het wel weten. Want ze hadden zelf op dat moment ook een beetje moeite met abonnees en zo. En dat was dan een sportschool, dus wie zegt wat ze voor de video's wel gaan doen. Zo'n uh, verhaal, ja. weet je wel. Uh -huh. Oké, okay, toen moest ik even goed nadenken wat ik ging doen. Toen ging ik zelf allemaal offertes opvragen bij uh, websitebouwers. Nou, dat dus ja. was de duurste 50.000. Dus je moet het zo zien, nee, je doet een briefing eruit naar tien verschillende websitebouwers. Ja. Allemaal dezelfde briefing. En de duurste was 50.000 en de goedkoopste 5.000. Wat een verschillen? Ja, toen ben ik voor die van 5000 gegaan. Mm -hmm. Ja, want je had niet heel veel geld. Dus nee, uh, maar het was ook niet een hele goede website, maar maakt niet uit. we stonden. In het begin stond er. Oh. En ik had binnen no time 12.000 uh, abonnees. Kijk. Ja. Zo zie je maar weer, hè, waar we ja. het net ook over hadden. Waar ergens een deur dicht gaat, gaat er ergens anders een deur open. En Ik ben blij open, dat ik het leed deed. <laughs> ja, wauw. Alleen uh, later heb ik wel een domme, uh, een domme beslissing gemaakt met het boek. Uh, mijn uitgever zei: zullen we wat weggeven bij het boek? Mm -hmm. Uh, dat was dan een foutje in het ondernemen. En toen heb ik gezegd dat is goed, dan kunnen we die abonnementen weggeven. Maar omdat dat een beetje moeilijk was, omdat maandabonnement waren, heb ik er een jaarabonnement van gemaakt. Ja, ja. uh, 4995. Ja. En toen heb ik dus bij de, als je mijn boek pre-orderde, kon je een abonnement gratis krijgen. En toen hebben we al mijn leden opgezet. Zegt, en ja, het boek oh, die normaal bestelt. gesproken 120 euro per jaar betalen, die hebben allemaal goed En, en uh, ja. ja, dus ik was Oem, heel ja. bijna alle leden kwijt, maar je had wel een bestseller. Ja, dat wel, ik, maar ja, ja, ja. daar verdien je iets minder aan. Ja, maar toch, dat helpt dan wel weer volgens mij. Als je, als je ja, uiteindelijk is het allemaal met elkaar wel weer te ja, hopen om ja. het, waar, mijn bedrijf nu natuurlijk ja. is. Weet je wel, alleen dat was niet zo'n hele slimme beslissing. Het was geen bewuste marketingpot uh, die je ingezet, hebt, zeg maar. Nee, het was ja. uh, niet zo goed daarvoor nagedacht. Okay. Aan de ene kant, maar aan de andere kant, ja, ja stond ik op nummer één. En, uh... Vet. Ja. Wat heb je dat boek, uh, dat heb je van een uitgever uh, laten doen, hè? Ja. 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 Ging dat uh, een beetje naar wens? Ja. Uh, was dat allemaal leuk? Ja. Ik ben zelf heel hartstikke dyslectisch. Mm -hmm. Dus ik, uh, en ik heb eigenlijk gewoon niet op school gezeten. Dus uh, zeg maar punten, inter... Interpunctie, dat, uh, ja. dat ben ik niet zo heel sterk in, komma's, mm -hmm. hoofdletters. Hoeft ook niet? <laughs> nee, dus ik, uh, als je mijn stukken tekst krijgt, dan heb je zo'n uh, algebra voor je neus. Zonder punt en komma's? Ja, dus dan had ik zeg maar een. Uh, en niet een ghostwriter, want de naam staat gewoon in het boek. Maar uh, zij ging dan mijn uh, teksten re redigeren, zeg maar. Mm -hmm. En daarnaast uh, had ik dan wetenschappelijke onderzoeken. Bijvoorbeeld ja. over wat een koolhydraat doet met je lichaam. Of wat suiker met je lichaam doet. Of wat een ja. eiwit met je lichaam doet. Mm -hmm. En die heeft zij dan in Jip- en Janneke taal vertaald. Zodat ja. het voor iedereen uh, goed leesbaar Ja, was. toegankelijk was. Ja, leuk. En dan heb je op een gegeven moment dat boek, dat breng je uit, het is een bestseller, dat platform wordt steeds groter en groter. Je gaat waarschijnlijk van een website 1.0 naar een wat grotere website. Ja, een etcetera. betere website. Ja, en vervolgens ontstaat er uh, een mooi bedrijf omheen. Wat was het eerste product? Uh, nou, misschien niet per se product, maar wat was het eerste wat je echt buiten die abonnementen om bent gaan verkopen? Cellulite cups. Wat, wat, dat zijn, dat zijn cups die je op je lichaam, uh, zeg maar, een soort vacuums uit. Mm -hmm, je drukt mm -hmm. ze zo in. Ja. Dat vroeger van die dingetjes die je op de tafel kon doen en dan sprongen ze weer ja. omhoog. Ja. Ik weet even niet meer. Die dan, ja, van die plopdingen ja, inderdaad. Ja, van die plopdingen. Nou, ja, ja, ja. Dat eigenlijk. Je drukt het op, ja. En dan ga je heen en weer met olie. Oh, okay. En dan is er een soort bindweefselmassage En dan oh, worden je ja. benen gladder. Dus als je dan last hebt van uit, zeg maar, dan wordt ja. dat gladder. En dat was mijn allereerste product. En hoe ging dat? Heel goed. Daar heb ik echt heel veel van verkocht. En toen dacht je van, wauw. Toen dacht ik, oh, dit is makkelijk. Een webshop moet ik beginnen, weet je want ja. Dat was eigenlijk mijn eerste product. En uh, dat, uh, dat heb, ja, tot nu, maar ik heb wel echt al heel veel cellulite cups verkocht, maar is dat denk ik mijn nummer 1 product wel geweest. Mm -hmm. En uh, toen kwam ik uh, Barry de Meij tegen en bodybuilder. En uh, ik wilde heel graag proteïne beginnen. Dus, okay. ja, want dat was eigenlijk zo gegaan. Ik had zeg maar dat dieet gemaakt in het boek. En dan zei ik tegen iedereen, uh, in de avond mag je een caseïne shake. Dat is een langzaam eiwit, melk eiwit ja. uh, Toen had ik dus 800 mailtjes op de dag nadat mijn boek uitkwam van Wat is een caseïne. Shake, dacht ik dacht, kut, ik heb geen kans in shake, dat had ik moeten hebben, weet je wel. Ja, ja, ja. Ik ben nu iemand anders rijk aan het maken, dus ik kon ja. niet een fit uh, mailen van, uh, wil, wil je een deal met ons met me doen in het boek? Maar dat wouden ze niet, want ik wou een kickback met een kortingscode of iets voor de volgende druk. Precies. Maar dat wouden ze niet, dus toen heb ik mijn eigen proteïnelijn uh, gestart. En dat was Lekker. ook wel weer een mooi begin natuurlijk. En uh, daar heb ik toen in het begin uh, eerst vier jaar met Benny de Meij gedaan en daarna mm. ben ik helemaal voor mezelf begonnen. Dus nu is alles voor mij. Oké. Okay. Dus dan, dan zie je, zo zie je maar, je doet iets. Vervolgens kom je eigenlijk achter dat je iets kan verkopen wat je nog niet verkoopt. En daar ontstaat dan die hele lijn. Is dat ja. dan ook de killer body line, Of is, staat nou, het weer kijk, los dat van? Is, dat killer Dat is body. nu dus een beetje verwarrend. Uh, die proteïneline uh, heet, wanneer ben ik die gestart? Ik denk 2016. Mm -hmm. MKBM. Ja. Uh, Makkelijker body motivation. Nou, toen dacht ik later van oké. Okay, uh, ik wil een product in de supermarkt. Maar je gaat geen pot van 34 euro kopen in de supermarkt. In de supermarkt heb je gewoon uh, afwasblokjes en denk je al, oh, kut. Ja. Die moet ik in mijn winkelbandje doen. Dat is het duurste product ongeveer Precies. wat je haalt. Ja. Dus ik dacht, ik moet iets toegankelijks hebben in de supermarkt. Wat iedereen kan nemen, maar wat wel, waar ik wel achter sta. En ja. nou, toen dacht ik een proteïne-reep, Een lekkere chocolade proteïne-reep. Want in de supermarkt komen we altijd natuurlijk. Iedereen komt altijd in de supermarkt. Ja, heel vaak inderdaad. Ja. En uh, toen dacht ik, ik kan het wel MKBM noemen. Maar misschien is MKBM nog niet goed. Groot genoeg voor de supermarkt, dacht ik. Toen. En het is een afkorting. Ja, dus toen dacht ik: Killerbody, door het boek had 450.000 boeken verkocht. Oh, dat, dat boek heet ook Killerbody. Ja, Killerbody Dieet. Dat ja. had ik geoond, die naam had ik geoond, Dus ik ja. dacht eigenlijk: moet het product Killerbody heten? Killerbody ja. snack. De naam had je toch al. meeste mensen. Ja, nou mensen refereerden het al uh, connecten het al met mij, Zet, zeg maar. Ja. Dus toen dacht ik, het moet killerbody heten. Dus toen ben ik die repen begonnen. En dat is nu een beetje verwarrend. Omdat nu de helft van de supplement heet MKBM en de andere helft killerbody. Dus nu hebben we besloten om, we gaan nu rebranden vanaf. Volgende maand is alles Killerbody. Okay. Dus het voet heet dan echt Killerbody. En MKBM verdwijnt eigenlijk. Verdwijnt, en ja. MKBM is wel nog op de kleding en de sportattributen. En op de bikini's. Maar niet uh, meer op de voet. Dus dan okay. heb je een voetbedrijf en een kledingbedrijf. Kledingbedrijf, ja. ja. Mooi, mooie scheiding. Ja. ja, en dat dat Kijk, over dat soort keuzes had ik nooit nagedacht. Ik deed maar wat. Kijk, Killerbody is wel. Uh, Ontstaan uit een strategie en een visie. Maar MKBM is organisch, gewoon organisch, organisch zijn, ontstaan. Ja. Weet je, ja. Een cupje, oh, oké, okay, de cups werken. Ja. Oh, olie kunnen we erbij doen. Oh, En niet van oké, okay, we gaan zoveel producten per jaar doen. Dit is onze marge. Wat is het doel? Dat heb ik nooit gedaan. Nee. Het was meer: oh, we kunnen nog een productje doen. Oh, we gaan een legging doen. Oh, we gaan dit ja. doen, weet je wel zo. Ja. En Kilobody zie je ook gewoon meteen, zie je ook aan omzet. Kijk, MKBM duurde veel langer. Nu dubbelen we al in een jaar, zeg ja. maar. Dat is een stuk waar we het straks nog een beetje uitgebreid over gaan hebben in het tweede deel van deze podcast. Um, want uh, deze podcast uh, bestaat onder andere uit een, uh, uit een snelle rubriek En in die, uh, die snelle rubriek uh, bestaat uit een aantal vragen Die ga ik jou stellen, daar mag ik kort uh, antwoord op geven Dus als je er klaar voor bent, uh, beste uh, ga ik jou uh, zometeen die vragen stellen Oké okay. Nog even trommelgerof <laughs> Komt-ie, de eerste vraag Wat wilde je worden toen je klein was? Actrice Ja, die heb ik eigenlijk uh, Ik weet niet waarom die hier op het blaadje staat Maar die worden eigenlijk niet thuis Excuses nee, niet. Misschien kunnen we dat eruit knippen uh, wanneer ben je begonnen met ondernemen? Nee, wacht even. Ik zie dat ik het helemaal verkeerd doe. Excuses. De snelle rubriek. Ik, ik, ben, de, ik ben verkeerde vragen aan het oplezen. Maar we, we laten het er gewoon in, Koen. Want het is een uh, podcast en dat is lekker rouw. En dan mag je gewoon lekker fout <laughs> inmaken. maken. Het is geen één vandaag hier. Nee. Ik zie dat ik de vragen uh, oplees die niet bij de snelle rubriek horen. Mm -hmm. Dus excuses, beste nee. luisteraars, en excuses, Faya. Uh, en nu ga ik de vragen oplezen die bij de snelle rubriek horen. Komt de eerste vraag. In welk ander land zou je willen ondernemen? Uh, als eerst in Duitsland nu. Oké. Okay. Uh, met welke ondernemer zou je graag een kop koffie willen drinken? Um, ik heb het geprobeerd. Ik ben even zijn naam kwijt. Die van uh, Rituals. Mm, ja. Ik weet wie je bedoelt. Ik heb hem geprobeerd ja. te stoken op, uh, op LinkedIn, maar ik heb geen, ik heb geen reactie gehad. Hoe hij dat heeft vind ik heel knap. Uh, maar jij ligt toch bij de Jumbo? Wat ja. jouw repen? Volgens mij uh, is zijn vrouw of vriendin uh, directrice bij de Jumbo. Oh ja. <laughs> dus misschien het zo even, een nog een keer Ja meer. ja, dus misschien uh, ik ja. weet ja, dat is volgens mij een hij vrouw die Ik natuurlijk heel veel berichten, maar kijk, wat hij heeft gedaan is vind ik gewoon mooi. Hij komt van Unilever leven vandaan, hij heeft ja. echt een heel sterk brand neergezet. Is begonnen ergens in een in een in een kantoortje met een paar IKEA kasten, las ik ergens. En ja. als je ziet hoe dat er nu staat, vind ik gewoon super knap. Ja. En daarnaast heb ik ook een ambitie om mijn bedrijf uiteindelijk te verkopen. aan zo'n partij als misschien wel Unilever. Ja. En zou ik gewoon ook weten waar, willen weten van, van zo iemand. waar, kijkt, waar kijken ja. ze dan naar? Waar letten ze dan op? En, uh, Slim. Ja. Unilever heeft op een gegeven moment bij de start. hebben ze heel veel geld uh, gestopt in dat bedrijf. Hè. Dus hij had het idee. Dat idee heeft hij gepitcht, inderdaad, bij zijn oud-werkgever. Of volgens mij werkte hij daar nog. En Unilever heeft toen heel veel geld in dat project gestopt. Nou, die aandelen zijn nu heel veel geld waard. Maar ik kan me voorstellen dat dat een leuk gesprek kan worden. Waarbij je zegt, nou, daar wil ik ook naar toe hoe heet hij nou ook weer. Nu ik Ja, misschien kan Koen dat even googlen. Een beetje suf. Hele bekende namen. Ja, ik ben het even kwijt. Laatste vraag van de snelle rubriek. Welke andere industrie zou je op dit moment aan willen pakken... als je daar de tijd voor zou hebben? De scholen. Scholen? Ja, opleidingen. Ja, dus echt, echt educatie. Ja, dat gaat echt nergens over, vind ja. ik. Ja, ben ik met Chase. Koen? Raymond ja. Kloosterman. Ja. Oh ja, Raymond Kloosterman. Ja ja, ja ja. Klooserman, nee. Nou, als je luistert, Raymond, dan uh, <laughs> zou ik zeggen, snel even een kop koffie drinken met Faya. Uh, ja. Zodat jullie uh, een leuk gesprek kunnen hebben. Educatie. Waarom uh, zou je die industrie graag uh, aan willen pakken? Ik vind het echt heel erg achterhaald hoe kinderen les krijgen op school. Ja. Kijk, ze worden sowieso uh, afgerekend op waar ze niet goed in zijn, in plaats van gemotiveerd in waar ze wel goed in zijn. Dus je niveau wordt bekeken op hetgeen waar je niet goed in bent. Dus voorbeeld te geven, je, je kind is heel goed in wiskunde, maar heel slecht in taal. Ja. Met taal komt hij niet mee, dan krijgt hij het hele niveau van waar hij in taal mee is, terwijl ze, ze wiskunde misschien VWO-niveau is. Ja. Dus je wordt dan niet gestimuleerd om waar je goed in bent, nog beter te ontwikkelen, want daar ga je dus in slapen, want je wordt daar niet in gestimuleerd. Ja. Dat je onder je niveau les krijgt. Dat vind ik een hele vervelende iets. Ik snap het gewoon niet. En uh, ja, je, de tijd is gewoon heel erg veranderd, snap je? We ja. leven in een hele ander tijdperk. Staardelingen, allemaal die, die dingen die ze op de basisschool leren, gewoon uh, je hebt er niks aan. Ja. Je... Nee, maar ook een beetje hoe je rust in je hoofd krijgt. En ja. hoe je jezelf niet met anderen vergelijkt. En ja. hoe je gelooft in je dromen. Precies. Weet je wel, gewoon levenslessen. Ja. Meer... Hoe word je gelukkig? Wat uh, ja. is een gezond En hoe ga je eetbatroom. om met geld? Ja. ja, ja. Precies. Dat soort dingen. Dat, dat hoe mis... word je onafhankelijk? Ja, dat miste he helemaal gewoon. Ja. En dat vind ik zonde. Ja, snap ik. Dus daar zou ik echt wel... Uh, ik heb wel eens gedacht, moet ik niet een politieke partij opstarten voor dat? Ja. Maar de, ik ga het niet doen. Ik ga me niet in die slangen. Je wordt gillend gekke uh, daar in Den Haag. Ja. <laughs> je moet, uh, ik kan toch het ja. verschil niet maken. Kijk, die illusie ja. ben ik uh, <laughs> in ieder geval. Jij bent juist iemand die het verschil wil en kan maken. I uh, en maar daar niet, ook, daar. Uh, ja. niet daar. Niet op dat niveau. Nee. Misschien als een keer het hele politieke systeem verandert. Dat meer uh, vanuit ondernemende perspectief, zeg maar, uh, ingestoken wordt. Dat je een soort van zakenkabinet hebt met allemaal ondernemers die het land leiden. Misschien dat je daar wel kans maakt. Ja, of misschien een private school beginnen. Gewoon. Ja, nou, dat, dat kan natuurlijk Dat zou natuurlijk wel kunnen: een privé school met. Uh... Oh. Met andere soorten leermethodes. Ja, ah, Er wordt nu gewoon heel erg gekeken naar het gemiddelde. Weet je? Ja. Van oké, okay, dit is het gemiddelde. Ja, dus we zo moeten zo Nederlands leren wiskunde. Kinderen Engelsman. in hokjes denken. Ja, ja, en daardoor word je heel erg beperkt, inderdaad. Terwijl als ja. je gaat focussen op inderdaad diegene die juist heel goed is in wiskunde. En diegene daarin laat accelereren. En ja. ook nog eens leert hoe hij of zij gelukkig kan zijn. En dan heb je ook veel meer minder depressieve jongeren, jongeren die weten wat ze willen. Ja. Maar ja, dan heb je natuurlijk straks minder schapen die allemaal doen wat je zegt. Ja, ja precies. Dus ja, maar ja, dus dat, ja, dat is een beetje jammer. Kijk, mijn zoon die, uh, is blij als hij volgend jaar zijn MAVO haalt. En ik, ik vind het prima. Hij had HAVO ook wel gekund. Maar hij wil gewoon naar het MBO. En ik denk, zo snel mogelijk van die school af. Ja, <laughs> je leert je ja, gewoon ja. niks. Ja, even snel papiertje halen. Maak er van je uit. Ga of maar je ondernemen. Maar weet je wel. Ja, 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 ga precies. gewoon ondernemen. Want hoe langer je in dat systeem zit, eigenlijk met alle respect. Hoe meer je in een hokje gaat ja, uh, zitten. Ja, denk, wordt, ja. ja, absoluut mee eens. En ja. dat zie ik ook wel aan de ondernemers die ik dan ken om me heen. Die allemaal ook gewoon niet echt. In de school hebben afgemaakt. Nee. Nou, de bekende voorbeelden vanuit Amerika: Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Elon Musk, dat zijn ja. allemaal drop-outs die ja. uiteindelijk hebben gezegd van. Yeah. Toen ze wel hier uh, yeah. mijn tijd uh, zitten verspillen. Maar ik denk dat het ook kan als je echt een concreet idee ook hebt. Hè. Dus ik raad niet iedereen aan om te stoppen met school en ergens uh, helder dag op TikTok te stellen. Nee, maar je je moet kijk, wel dat echt is iets hebben natuurlijk ook weer uh, zoiets. Dat soort uh, apps die verruineren gewoon wel onze, ja, onze jeugd. Je het heel veel tijd in beslag. Tijd in beslag, maar ook daardoor hebben ze ook een, een hele korte spanningsboog. Ja. Want filmpje, 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 filmpje. Actie, actie, actie. Dus, dus ja. ze, je kunt er geen concentratie meer ja. houden. Niet de ja. focus meer hebben. Het moet ja. allemaal. Snel, snel, snel. Als je ook in de bus en in de tram kijkt, er is geen contact meer. De jeugd kan niet meer bellen. Ja. Alleen maar tikken. Gek, ja. Weet je, ik weet nog bij ons vroeger dat de sms' inkwam of dat ik een mobieltje had. Toen was ik uh, 16 of zo, kreeg ik voor het eerst een mobieltje. Toen ging ik sms'en. Ja. En toen ging ik wel hele andere dingen zeggen als over de telefoon. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ja. Dat ik toen wat meer dingen durfde te zeggen. Ook tegen ja. jongens en zo. Ja. <laughs> Terwijl. Uh, die jongeren van ons, die weten niet beter. Ja. Maar aan de telefoon durven ze niks te zeggen. In nee. je gezicht weet ze ja. niet wat ze moet zeggen. Ja. Maar achter dat, dat schermpje, ja. Ja, dan durven ze elkaar uit te schelden, te pesten, weet ik veel wat te doen. Ja. Weet je wel? Dus Zoals het echte digitale, leven. Ja, het het echte... is alsof ze niet meer in het echte leven ja. leven. Is en dat is ja? gevaarlijk. Ja. Want uh, het draait juist om het echte leven. Alles is gewoon mensenwerk. Of ja. het nou ondernemen is, of contacten die je legt. Uiteindelijk heb je altijd te maken met mensen. Ja. Als je te veel met systemen te maken gaat hebben, dat zag je met die uh, uh, zorgtoeslagcrisis, weet je wel, dan krijg je dat soort gezegde Dus uiteindelijk zijn het altijd mensen die met elkaar praten. En als je inderdaad dat sociale aspect mist, omdat je de hele tijd aan het scrollen bent en niet meer real-time met mensen praat, ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat je daar iets in uh, zou willen doen voor wat betreft het uh, opleiden van die jongeren en ze uh, ja, bekwaam, bewust maken. En ook van, motiveren uh, lijkt me ja, leuk, ja. ja. Dat is in ieder geval iets wat wij hier proberen te doen met deze ja. podcast. Want we hebben heel veel jonge luisteraars. Je beste luisteraars, kijk niet te veel naar mensen die op social media het eindresultaat laten zien. Dus die Lamborghini. Of, maar besef ook dat er heel veel stappen vooraf gaan aan dat succes. Die Lamborghini, of weet ik veel. Dat, dat kan het grote je wel nou motiveren. Maar je het eindbestemming. wat je heel veel ziet, is dat het juist jongeren demotiveert. Omdat ja. ze denken: ik kan daar nooit komen. Ja. Snap je? Dus ja. laat het je motiveren en inspireren. Ja. Ga dan je eigen stappen zetten. Precies. En wij proberen dan, dan aan bij te dragen van oké, okay, welke stappen zijn dat dan geweest? Uh, en raak daardoor geïnspireerd. Dus ja. nogmaals, dankjewel dat je hier het verhaal uh, wilt delen. Ik denk dat het tijd wordt dat we naar het tweede deel gaan van deze podcast. Ik ga er even goed voorzitten, want uh, dit is het deel waar ik het meest naar uitgekeken heb. Oké. Okay. Want we hebben hier op, uh, op de tafel hebben we hele lekkere repen liggen van Killer Body, de proteïne uh, repen. Je weet nog niet of het lekker is. Ja, ik weet wel bijna zeker dat het lekker is. Het ziet er in ieder geval heel lekker uit. En als ja. ik uh, jouw passie moet geloven, cetera, dan... Uh, dus wat ik, wat ik ga doen, als het mag, ga ik er even één proeven. Ja, is dat is voor jou, ja. Koen, wil jij er ook één? Ja, wacht even. Okay. <laughs> ik ga meteen even eentje openen. Zo. Excuses, luisteraars, als ik te veel geluid maak. Maar ik moet even proeven om te weten... Heb je wel eens een proteïne reep gegeten eerder? Mm, nee. Nog nooit? Oh, dus je nee. hebt geen vergelijkingsmateriaal. Nee. Je vergelijkt het dan nu met chocola. Mm -hmm. Met snicker en zo. Ja, oké. Okay, maar dat is, is natuurlijk niet maar, helemaal de bedoeling. Want dan is hij wel een stuk... Ik moet het uh, zeggen. Ja? Hij wijkt niet veel af van een suikerbom alla la snicker of. of uh, nee, mars. Het is echt een lekker ding. Een, van een li hij lijkt een beetje op een lion. Juist. Exactly. Een ja. lion met van die hazelnootstukjes. Ja. Maar hij heeft maar 1,4 gram suiker. Oké. Okay, heel veel eiwitten denk ik, toch? Mm. 20, dat, dat zijn die proteïnen. 13, 13 gram. Ja, dus als je, als je lekker gesport hebt of je wil snel tussendoortje dus met. het veel... is meer een uh, functioneel snoepen. Ja, zonder dat je zorg hoeft te maken om uh, de calorieën. Want als je een snicker opeet, dan ben je volgens ja. mij 200 calorieën verder of zo, toch? of 300. Het gaat niet om calorieën, maar het gaat om suikers. Oké. Okay. Hier zit 1,4 gram suiker in mm -hmm. en in een snicker of in een lijn 14 gram. Oké. Okay. Stinkers of veel eigenlijk? Ja. Mm -hmm. Maar de calorieën zitten er niet wel in, want een eiwit heeft ook calorieën. Ja. Het gaat erom, waar komen die calorieën vandaan? Precies. De calorieën zelf zijn niet zo erg. Mm -hmm. Uiteindelijk gaat het er ook om dat je een, uh, m, niet een calorie... Te, even, ja, hoe moet ik dat zeggen? Mm. Je, moet gaat... ja, je moet de juiste calorieën hebben. Ja, je moet de juiste calorieën hebben. En dat is het. Ja, en, en met deze bar creëer je dat. Nou, je, ja, dan krijg je een verzadigd gevoel, want eiwit geeft je een verzadigd gevoel. Oké. Okay. Het is lekker, omdat het toch wat zoet is. Dus als je zin mm -hmm. hebt in zoetigheid, kan je beter voor dit gaan dan nou, voor een... Pringles of zo onderweg bij het tankstation? Ja. Nou. Of een andere bar? Vreep. Ja. Kan je beter voor dit gaan. Dus het is eigenlijk gewoon functioneel snoepen, want je ja, lichaam hebben die eiwitten ook nodig. Ja. Onder de naam Killer Body. Mm -hmm. Hoeveel van deze varianten, smaken heb je op dit moment? Drie. En mm -hmm. dan hebben we ook nog drie packs. Dus we verkopen ze los bij Jumbo en Albertijn. Mm -hmm. In Hoogvliet en Spar. En liggen ze dan bij van die uh, meeneemkassa of, van, Bij ook. de meepak. Uh... En ook bij Tussendoorschap. Oh, oké. Okay. Daar is ook los. Ja, en okay. in, in, in Albertijn liggen ze los in Tussendoorschap. En bij Jumbo liggen ze in een drie pack in tussendoorschappen. Okay. Ja. Oh. En dan liggen ze natuurlijk ook nog bij uh, Tankstations uh, volgens mij. Tankstations ook oh, nog niet. niet? Nee. Dus nee. Je, je ligt nu bij de Jumbo en de Albertijn. En Hoogvliet? En de Hoogvliet. En Spar. Kijk. Dat zijn in totaal denk ik wel tussen de 3000 verkooppunten. Ja, en de Kruidvat doen we twee acties per jaar mee met ja. 1200 winkels. Wow. Ja. Maar dat is, bij Kruidvat ben je meer uh, gericht op uh, MKBM, toch? Met de Ja, maar dan zitten de repen er wel bij. Oh, Oké, okay. dus die deel pak je ook mee. Zo. Ja, dus we doen, daar, doen er best wel veel uh, hoge aantallen in repen. Toevallig komen ze nu weer, week 42. Ik weet niet wanneer dit wordt uitgezonden, maar over een paar weken liggen we weer bij Kruidvat. En dan, uh, hun we gewoon uh, een actie, dus niet okay. uh, vast in schap. Okay. Per jaar. Ah, we zorgen dat we tegen die voordat die actie begint in week 42 zo, of dat de aflevering <laughs> online staat, want dan kunnen de mensen gebruik maken van die actie. Um, en als we het hebben over het begin van Killer Body. Want op een gegeven moment is het dan ga je rebranden. Maar was dat dan diezelfde uh, supplementenleverancier waar je toen nee. bij. Of is dit echt die he hele andere Ja, game? dit is een fabriek. Je hebt drie fabrieken in de wereld. die goed zijn in het maken van repen. En dit mm -hmm. is een hoogkwaliteit uh, reep. Ja, je hebt geen vergelijksmateriaal. Maar meestal als je een, uh, een proteïne proeft. dan mm -hmm. zijn ze heel erg droog. En Hoe komt dus dat? Ja, door de proteïne. Dus het is best wel moeilijk om ze, zeg maar, smeuig te maken. En, en, no. en deze fabriek. Die kan dan zeg maar bijvoorbeeld deze vorm maken. Je ziet dat die niet plat is. De meeste proteïne repen zijn zo plat. Ja. En dan heb je ook verschillende laagjes. Dus je hebt dan een three layer bar. En dat is een technologie in deze vorm die alleen deze fabriek kan. Maar dan kom je niet zo makkelijk binnen. Uh, ja. Want ja, je moet dan hele hoge aantallen doen: ja. 80.000 repen per batch. En per toen, jij, toen jij begon, deed jij die hele hoge aantallen? Dat of, moet, uh, ja, dat moet. Want dus anders kom je elke, daar dus niet binnen. Dus je hebt meteen een grote investering moeten doen. Ja, ja, ik heb meteen een grote investering moeten doen. Nou, ik had eerlijk gezegd uh, eerst gewoon samples. En met die samples ben ik naar Jumbo gegaan. En, oh ja, en toen vond uh, Jumbo het leuk. En die wil, wilden het doen. En toen moest ik opeens zo'n fabriek gaan optouwen. Ja. Of uh, zo'n bedrijf gaan optouwen. Ik had het natuurlijk nog nooit aan een supermarkt geleverd. Ja. En, en dan kom je er dus achter, achter die aantallen, en dat je er dus geld nodig hebt. Ja. <laughs> heel veel geld. Ja, dat, dat is iets waar we het inderdaad zo meteen even over gaan hebben. Even terug naar de Jumbo, hè? want het klinkt allemaal heel makkelijk. Je, je, je ligt bij de Jumbo, je, hebt even, je, je gaat met wat samples die kant op. Maar hoe gaat het? Met wie ik ben, kom je in gesprek? En ik hoe ga gaat gewoon dat via gesprek? LinkedIn doe ik alles. Dus ik ja. zoek altijd via LinkedIn de juiste categorie manager. Of in mm -hmm. dat geval ben ik eerst volgens mij met Kruidvat en Jumbo in gesprek gegaan. Okay. En uh, dan zoek ik de juiste categorie manager, en dan, uh, dan stuur ik ze repen op met een briefje erbij, persoonlijke kaart. Ja. Mm -hmm. En dan krijg je reactie of niet. Ja. En ik kreeg reactie van die man uit het kassenschap. Ik had de categorie manager van de kassenschap benaderd. Ja. <tie> en die wilde de repen wel doen. En zat hij een beetje op hetzelfde niveau uh, als jij uh, qua uh, het geloof? En de potentie in die markt? Ja, hoe, ik, kijk, dat boek heeft natuurlijk heel goed gedaan. Hè. Ik heb oh ja, dat is natuurlijk wel een bewijsmateriaal van dat het. Uh, ja, dus als uh, zij denken, als al die mensen die reep gaan eten, ja, dan komt het wel goed. Ja. En dat heeft zich nu ook bewezen. Dat is ook echt gewoon wat er ja. gebeurt. Slim. Heb je, heb je die 450.000 mensen die dan dat boek hebben gekocht, toch echt ook echt bewust ingezet als zijnde van. hey nou, ik heb niet al die dat data zijn gewoon mijn natuurlijk. klanten die jou ik kant op Ik heb niet al kunt... die data, hè? want dat is Bol en alle mensen die de boeken hebben verkocht. Ik heb alleen de data. Maar je weet mensen. wel hoeveel het er zijn. Dus dat ja, maar is ik, wel... kan ze niet, ik kan ze niet targeten. Ik kan, er niet, nee, ik kan ze ik. niet uh, achtervolgen, zeg maar, met mijn reep nee. online. Maar het is wel een potentiële marktgroep die je kan benoemen ja, van, ja. hey Jumbo, het ja, zijn ja. de 450.000. Ja, ja, dat zeker. En ik kan ze niet roepen inderdaad, maar er <laughs> is wel interesse. Ja, er is interesse. Moet ik. Ja. En het doelgroep is ook niet per se de sporter, maar gewoon de normale vrouw, huisvrouw, oh. moeders. Uh, weet je, dat is meer de doelgroep. En mm -hmm. ook nu mannen met die repen. Dus het is gewoon een hele grote doelgroep. Het is oh. gewoon, um, kijk, sporters, dat is een niche. Hoe gek het ook klinkt. Ja. Maar dat, Veel kleinere groep ook. Ja, maar dit is gewoon voor iedereen. Killer Body is for Everybody is ook mijn slogan. Ja. En iedereen uh, maakt gebruik van het tussendoortje. En de tussendoortjes ja. die mensen eten, meestal de liga's, de snickers, de, weet ik het allemaal wat er in het suikerbomvak ligt. Nee. Ja, Die zijn allemaal slecht. En hoe, hoe doe je het qua prijs in de winkel? Want als je het vergelijkt met een, uh, met een alternatief. Ja, dan zijn ze geprijs? natuurlijk wel een stuk duurder. Ze, en nu helemaal met die grondstofprijzen ja. die heel, heel erg stijgen. Mm -hmm. En helemaal met melkproducten stijgen die heel erg. Dus er ze de afgelopen tijd zijn ze 14. Cent gestegen, okay. dus dat is wel kut. Ja, maar ja, mee. dat is wat het is, gewoon nu in de wereld. Mm -hmm. Maar ze kosten dus ongeveer tussen de 1,96 en de 2,30 ligt Er een beetje aan, oh, in okay. welk winkel je ah, redelijk wegpakprijsje? Het is ja. niet dat ze 4 euro, ja. Nee, maar of... mas, een mars kost een euro. Super? Ja, oké. Okay. Maar goed, de mensen die hiermee bezig zijn, die dit ding kopen, ja, maar, die maar zijn uiteindelijk ook wil je wel ook de jongeren. Bezig. Uh, bereiken. Helemaal, kijk, als ik, als ik zie het nu aan mijn zoon, die is nu 14. Die begint nu een beetje te kijken naar zijn lichaam trainen. Weet je, wel. wil nog zien Die wil die twee En willen ja. ze natuurlijk. <laughs> ja. ja Dus die gaan dan al een beetje beginnen, en maar die kijken echt naar geld. Dus die ja. denken, hey, ik heb zoveel te besteden voor mijn lunch of dingen. Ja, die gaan niet een ree van 2 euro halen. Ja. Snap je? Nou, ja, want het energiedrankje moet ook nog komen. Ja, dat moet ook nog gekocht worden. <laughs> dus die halen, die halen maar wel weer zo'n zo'n zo Starbucks koffie, weet je wel. Dat dan weer wel. Dat dan weer wel. Maar niet mama's repen. Maar ken, ken je daar niet iets in? Uh, die jongeren die uh, komen natuurlijk ook in de supermarkt. Dan is het natuurlijk de uitdaging van: oké, okay, hoe kun je met die, uh, weet ik veel, die category manager uh, zorgen dat. Ik veel een, ja, die een Jongeren keer een hebben gewoon net zoveel zo. te besteden. Dus, maar het is oh. wel belangrijk om natuurlijk in die doelgroep zichtbaarheid oh. te creëren zodat uh, ze als ze wel wat meer te besteden hebben, of als ze uh, de functie inzien van een proteïne reep tegenover tegenover Mars, omdat ze dan inderdaad mm. beter eruit gaan zien, ja. uh, dan gaan ze dat wel doen. Op een gegeven moment worden ze ijdel. Gaan dat ze is een goede. He? Want ik weet, uh, de meeste jongeren die hebben ook last van pukkels en zo. Mm. Maar die pukkels die komen vaak door suiker. Uh, uh, ja, door echt en, alle troep wat ze alle eten, troep. maar ook wel door de puberteit. Ja, sowieso ook door de puberteit, want die hormonen gaan dan helemaal te keer. Uh, maar ook een gedeelte, inderdaad, gewoon te veel suiker of zuivel. Wat je lichaam op dat moment gewoon niet goed kan verwerken. Dat komt inmiddels gif in de vorm van een bukkel uh, uit. Maar dat is volgens mij iets waar je, waar je wel op kan focussen. Ja, maar je mag niet zomaar claimen dat het te tegen pukkels is. Nee, okay, dat zijn, ja, ja, er zijn wel ja, ja. hele strikte regels voor claims. Ja, natuurlijk. ja, ja, ja. ja de voedselware houdt je wel in de gaten. Maar dat, dat moet je ook niet doen. Want dat ja, kun je ook niet ik. hard maken. Snap je? Ja, wat je hard kan maken, is dat proteïne gewoon verzadigd gevoel geven. Dus. Uh, ja, je hebt minder je, en er zit geen suiker in. Dus je krijgt niet die suikerpiek en dan die ah. daler weer. Ja. Dus het is voor je concentratie goed en uh, voor je. Ja, oh. ah, dat is wel iets leuks waar je natuurlijk, uh, weet ik veel, in samenwerking met een, ik zeg maar wat, een don de jong of die mensen die heel veel bereik uh, ja, volgens... hebben op Insta, noem het maar op. Daar zou je wel kunnen zeggen van ja, uh, als tussendoortje tijdens het gamen of op school, dan heb je veel minder last inderdaad van, van die hoge piek ja. en die. En dat dalen dus, maar goed, daar ben jij ondernemend genoeg voor om dat zelf te bedenken. Maar ik vind dat wel leuk om gewoon een beetje te sparren daarover. Nou, ik kijk vooral kijk uh, naar nu naar betaalbare influencer marketing, want jo. die jongens waar je ja, ja noemen, dat zijn, zijn wel onbetaalbare uh, influencer uh, stukmars, marketing, ja. Ni niet uh, onmogelijk hoor, maar voor nu. Weet je, ik ben net begonnen, twee jaar, ja. ik moet gewoon uh, keuzes maken daarin. Dus we doen nu veel met sponsoring, ook van sporters. Ja, leuk. De tenues. Ja, zichtbaarheid. Uh, dat je zichtbaarheid uh, creëert en. Um, we doen dan een in micro-influencer-marketing veel, radiospotjes wel ook veel en gewoon Google Ads natuurlijk, ja. Facebook Ads, dat soort dingen. Maar je moet wel, het is ook, ja, je moet dat een keer testen met zo'n grote influencer, maar die vragen ook de bingo. Ja. En dat kan je wel doen. Ja, maar het is het juiste moment nog niet Nee, moment. Nou ja, misschien <coughs> nu niet onze strategie om zoveel aan influencers te betalen. Ja. Ook omdat je ziet dat uh, engagement en zichtbaarheid op Instagram gewoon heel erg naar beneden gaat. zie ik ook ja. aan mijn eigen Instagram. Ja, hoe komt dat? Ja, dat is gewoon het algoritme. Ja. Likes gaan, mensen liken niet meer, likes gaan naar beneden. Het is gewoon minder populair. Het, ja, TikTok uh, algoritme. is op dit moment het allergrootste groeiende platform. Oh. En dan En heb je ook weer tiktokkers natuurlijk die je kan inzetten ja, het ja. is een het is een ja. hele <laughs> ja, het, het is een hele business inderdaad ja. en ik kan me voorstellen als je dat als je zegt van ja het is de strategie niet dat dat nou, je, je daar is, nog niet mee wel bezig Het is strategie Houd. maar niet om zo veel te voor ja. te betalen dus op dit moment werken we met micro influencers 200 micro influencers oh, ja. en die hebben vaak een veel 200? Hoger, ja wow. die hebben veel hoger engagement ja. uh, want die hebben vrienden in hun uh, in hun Dingen zitten waar ze nog echt in contact mee staan. Ja. En die geven ja, het is ook. is vaak antwoord. ook een nichegroep, hè? Ja. Dus ze echt heel gericht ergens op, uh, ja. Ja, mee bezig zijn. Waardoor ja. je echt een hele gerichte, actieve, interactieve groep van volgers hebt. Ik denk dat dat zelfs nog beter is dan. Uh, die grote dan die... Knolf, waarvan, uh, ja, nou, waarvan je denkt als, 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 als kijker: um, dit is een reclame. Zij is betaald. Oh. Snap je? Dat wil je ook weer niet. Nee. Dus je wil ook niet de reclame, je wil ook dat mensen het echt lekker vinden. Wij doen ook uh, reviews vragen en dan zeggen we ook altijd een echte review. Ja. Dus ik stuur hem je op in, weet je, ik wil, het zou leuk zijn als je een review wil plaatsen, maar ik wil ja. wel echt weten. Want ja. ik wil ook weten of hij niet lekker is, snap je? Ja. Dan moet er wat veranderen eraan. Ja. Bill Gates zei altijd: van de meest kritische klanten leer je het meeste. Ja. En dat is juist je goed als niks je negatieve feedback aan als iedereen uh, maar zegt: oh lekker, ja, ze ja. het wil je eigenlijk weggooien. Ja. Weet je wel? ja, absoluut mee eens. Ah, Killer Body, je zegt dat je hebt nu drie verschillende soorten repen. Uh, bestaat het bedrijf enkel uit de proteïne repen of uh, ook nog andere producten? Proteine pannenkoeken. die staan in het pannenkoekerschap bij oh, Oké. Okay. Hoe uh, gaat dat? Uh, dat gaat moi, niet zo goed als de repen. Mm -hmm. Het is geen kant-en-klaar mix. Mensen zijn bij proteïnepannenkoeken gewend dat het ik, een kant-en-klaar mix is. Dus zijn we nu aan het ontwikkelen. Oh leuk. Ja. Dus die komt er wel ook aan. Dus een kant-en-klaar ready-made, dus alleen water erbij. Ja, maar. tof. Ja. En dit is echt met eieren en melk en, oh. en dat soort dingen. En um, daarnaast gaan dus alle MKBM-producten, dus slimming powder, maaltijdshakes... shakes, alles wat we onder MKBM het label hebben, onder Body. Gaan allemaal onder Killer Body. En dan gaan we vanaf week 7 volgend jaar in het uh, schapbouwbedrijf komen. Wauw. En ik denk ook bij Jimbo toch? Als je daar toch al ja, ligt. Eerst, uh, bij is het Heijn. Heijn. Ah, ja, eerst in Oké. Okay. Het is al best wel groter. Ja, dat klinkt. <laughs> het ja, zijn, moet... het is, dat zijn geen repen, dat zijn gewoon zakken. We gaan over naar ja. zakken. Vet. Maar dan, uh, ja, er zit ook natuurlijk een grotere investering achter. Ja, je moet het inkopen. Ja. En, de supermarkten hebben een betaaltermijn van 90 dagen volgens mij. Dus je moet ook nog eens heel lang op je geld wachten. Alhoewel, misschien heb jij je gezegd van uh, 14 dagen gaan ze het ook niet. Dat kan natuurlijk, maar over het algemeen hebben ze, wel, uh, hebben ze wel een... Nou ja, je uh, moet ja. het wel uit onderhandelen natuurlijk. Ja, ja. precies. Ja, vind ik ook. Het is, is altijd een mogelijkheid. En het voordeel van jou is dat je zelf best wel veel... Ja, je, bent natuurlijk, je hebt een bepaald bereik, dus je kan een soort van omzet of afzet uh, garanderen. Dan is je onderhandelingspositie voor wat betreft zo'n betaaltermijn... is gewoon gunstiger. Uh, uh, ten, ten opzichte van ik die daar ga zitten met mijn product. Bewijs van, dus dat speelt, denk ik ook mee. En het is natuurlijk ook gewoon hoe je dat je gesprek, Je denkt gaat. wel. Nu in een beperking, ja, ja, klopt. Dat moet ik niet doen, hè? Nee, Dan ga ik veel, uh, ja. realistisch zijn. Ja, als je collega's, ja. nee, nee, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Je kan altijd uh, onderhandelen. Ja, altijd. Altijd. je kan altijd onderhandelen. Ja. En als je product goed is, kijk, je moet gewoon vertrouwen hebben in je product ja. en dat je product goed is. Dan komt het wel goed. Ja, dan komt het gewoon goed, want ik ben nu toevallig een influencer die een product lanceert, maar de rest van de supermarkt is dat niet en die liggen er ook. Ja. Weet je, ik ben, ja, volgens mij doet Nicolette en dingen doen ook iets. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij doen hun snoep. Ja. Als dat van Nicolette van Damme bedoel je toch? Ja toch? Ja. Dus ja. Ze doen snoep toch? Ja, redelijk gezond snoep. Uh, Oké, okay. ja. maar voor de rest zijn het dus allemaal onbekende mensen of grote merken. Maar Er zitten ook kleinere merken tussen. Ja, zeker. En die is het ook gelukt, snap je? Ja. Je hebt ook uh, René van XXL Nutrition. Misschien ken je die wel. Mm -hmm. Dat is ook gewoon een onbekend iemand. Maar die is op een gegeven moment super groot geworden. Die ja, ligt ook uh, bij de supermarkt, et cetera. Ja, leuk. Uh, je, je gaf net in het begin aan... Ja, ik, ik ben gewoon begonnen met die, uh, met die repen. Een hele andere fabriek. Uh, op een gegeven moment lig je bij de Jumbo. <tacht> Wat was volgens uh, een andere mijlpaal waardoor je het gevoel had van... oké, okay, wow. Dat rijk worden gaat echt komen, ik kan het echt gaan verkopen straks, en dan kan ik me bezighouden met andere projecten. Die ik... Wanneer was die was dat moment dat je dacht van ja, dit werkt echt, dit gaat echt groot worden? Nou, dat moment had ik al voordat ik in de Jumbo lag. Dat vertrouwen en dat. Ja, moment. je wist het al. Dat vertrouwen had je al. Ja, maar want, wanneer want, begon want, het zichtbaar te worden? Ja, toen Albert Heijn ook instapte natuurlijk. En ik heb best wel lang achter spar aangezeten. in die een hele hoge rotatie. Ja. Je hebt een spar to go natuurlijk. Meestal een tankstations, hè? to go. Ja, dus dat gaan we nu allemaal uitrollen. Ze hebben wow. nu een test gedraaid met een paar winkels. En we gaan nu een week 42 uitbreiden. Mm -hmm. Dus dat zijn wel dingen dat ik zie, het werkt, weet je wel. Ja. Want in het begin is het natuurlijk kat uit de boom. Kijken, je is als eerst ingestapt. En dan ja, ben je wel gewoon blij als een Albert Heijn ook meedoet uiteindelijk. Absoluut. Maar ja. ik, heb nog, no, ik heb niet gehad toen met Albert Heijn. Yes, het gaat echt werken. Ik wist dat het ging werken. Ja. En ik weet ook dat het in Duitsland gaat werken. Ik geloof gewoon dat dat gewoon de volgende stap is. Ja, leuk. En dan heb je op een gegeven moment, uh, ja, je hebt redelijk veel afzet. Je hebt uh, veel voorraad ook. Dat komt er natuurlijk ook bij kijken. Je hebt uh, ja, redelijke zekerheid van oké, okay, het gaat lopen, et cetera. Maar wat is dan, wat is eigenlijk nu de volgende stap? Want wat ik zei in de intro, je ligt bij 3000 uh, verkooppunten, winkels. Het gaat supergoed. Uh, wat is, wat is eigenlijk de volgende stap van Killer Body? Waar wil je naartoe groeien? Nou ja, om zeg maar meer omzet te creëren, moet je meer producten hebben. Dit is natuurlijk een reep van 2 euro. Moet je heel veel reepen verkopen ja. voor een beetje de leuke omzet. Ja. Dus uiteindelijk gaat het om die producten die nu natuurlijk ook de supermarkten ingaan. Het gaat ja. uiteindelijk om die maaltijdshake die 14,95 gaat kosten in de supermarkt. Ja. En die andere producten, die kanten en klaar pannenkoeken en al dat soort dingen. Dus je gaat je productassortiment uitbreiden. Mm -hmm. Nou, dan moet je goed wel je liquide in de gaten houden en plannen ja. maken. Ja. En dan uiteindelijk ga je, als je je afzetmarkt helemaal hebt benut hier in Nederland... dan ga je naar het buitenland natuurlijk. Ja, dus eigenlijk is het, is het zo van... we gaan nu eerst met twee producten naar de supermarkt... en dat worden er uiteindelijk vijf. Mm -hmm. Dus we gaan het in etappes doen. Dus twee andere grotere producten. Ja. Met meer uh, omzet, die ja. meer omzet genereren. Ja, meer kassaanslag. En, uh... Nou ja, en ook gewoon grotere aankoopbedragen. Ja. En dan gaan we tegelijk, dus parallel... gaan we met de repen naar Duitsland. Wow. En als dat loopt, dan kunnen we ook natuurlijk de rest van de supplementen naar Duitsland. Ja. En dat is iets wat op de planning staat voor de volgend jaar. Volgend jaar al, kijk. Ja. Dat is voor de spanning. We starten in, de eerste, in week 7 bij Heijn met die andere producten. Mm -hmm. uh, en we zijn nu bezig en in gesprek met uh, distributeurs voor Duitsland. Wauw. Wat een vooruitzichtje. Het ja. wordt een uh, fantastisch 2023 voor jou. Ik, het is uh, altijd fantastisch. Ik, het is de weg <tus> erheen die fantastisch is. Niet het eindresultaat. Ja. Dus sta je daar en, heb je het, en dan heb je het verkocht en dan wat ga je het doen. Ja. Dit is, is nu Dit is juist leuk. Gewoon gesprekken met jou. Of, uh, uh, het, het, uh, volgende week gaan we dan proeven. Nieuwe repen. We gaan helemaal vegan. Ik wil helemaal vegan worden. Ook oh, vet. Ja. Dus ik heb nu een fabriek gevonden die echt fantastische repen maakt. Vegan. vegan daar medic, gaan we dan maandag ja. heen. Weet je wel. En dat zijn de leuke dingen. Gewoon het ontwikkelen. Uh, gewoon. Hetgeen maken wat je gelooft dat werkt ja, en niet het uiteindelijke doel. Ja, dat is leuk, maar dan ja. is het klaar. Ik denk dat heel veel mensen dat ook niet beseffen. Dat ze zoiets hebben van: als ik daar eenmaal ben, dan voel ik me helemaal topnootje en gelukkig en zo. Maar heel veel ondernemers die hier zijn geweest, die geven inderdaad allemaal aan van ja, je mag genieten nou van het proces, die weg naar ja. naartoe. Want dat is veel leuker ja. dan het moment dat je eenmaal daar bent aangekomen en eigenlijk alles al gehad hebt, maar daar eigenlijk niet stil bent blijven staan. Weet je wat een van mijn mooiste momenten wel was? Dat ja. ik wel terug kan halen van, ik denk, wauw, was toen ik werd gebeld dat ik in goede tijden die rol had. Want dat was natuurlijk echt van niets naar iets. Ja. Ik was in de bijstand met een kind, alleenstaande moeder ja. en dat telefoontje. Geen bekendheid, helemaal niks. Nee, en oh. dan ga je dus, dan, dat is de allergrootste stap die ik heb gemaakt ja. als je gaat kijken in mijn carrière. Ja. Snap je? Ja. En dat was wel echt zo'n moment. Zie je wel. Ja. Zie je wel dat yes. het kan. En, ja. Je, ja. en, da en dan gaat het ook zo. Hè. Dan, ja. dan lukt alles ineens. Omdat je zo in jezelf gelooft. Dan denk je van, ik kan het gewoon. En dan, dan ja. alles wat je doet op een of andere manier lukt gewoon. Ja. Ja. Dus dat is dan echt dat moment. Maar ben je, heb je daar toen ook bij stilgestaan? Want we ja, hadden het net ja. over van het stilstaan bij ja, het succes. Ja, maar wel te weinig bij het in goede tijden spelen. En ik werd heel populair. En ik stond op een gegeven moment op elke kermis. En... In elke club uh, plaatjes te draaien. Niet als ja. DJ, maar met handtekeningen, weet ik het allemaal. En ja, uh, ja dat, heb ik dat is wel heel snel, zeg maar, zo aan me voorbij gegaan. En toen, toen ging ik alweer in zo'n overleving van het volgende, het volgende, het volgende. Ik le leer nu veel meer genieten. Maar ja, ik ben nu 41. Ja. In het, in het moment, zeg ja, maar. Ja, dat, het dat nu. had ik toen nog niet. Ja. Nee, je bent dan toch gehaast weer met het volgende bezig. Ja, snap ik. Hoe, wat, hoe zou je dat meer kunnen doen? Zeg maar meer genieten van het proces, terwijl je tegelijkertijd een beetje aan het, Ja, niet voor iedereen, dat geldt niet voor iedereen, maar heel veel mensen die net begonnen zijn, die zijn een beetje aan het struggelen hè, voor de omzet, de winst, de klanten binnenhalen, product goed neerzetten. Hoe, wat, welk advies zou je die mensen willen geven? Van, ja, gewoon om pas daarvan op de plaats, maken, ademhalen. Veel mensen. Vergeten echt de adem te halen. Zitten heel hoog ook met hun ademhaling. Zo, weet je wel. Maar gewoon ook gewoon even pas op de plaats zitten. nadenken van, wauw, hier ben ik. Ben, ik ben, kijk, waar was ik een half jaar geleden en waar ben ik nu? Oh, ik ja. heb echt al stappen gemaakt. Ja. Kijk, op school denkt mijn zoon ook steeds dat hij niks leert. Dat komt omdat de stof iedere keer moeilijker wordt. Ja. Het wordt niet opeens makkelijk. Het is ja. niet opeens, ik weet alles. Nee, want dan krijg je weer nieuwe informatie. En dan moet je weer leren. Ja. Snap je? Dus je leert wel, maar je hebt het niet door. Nee. Want je weet veel meer hier dan dat je daar is. En dat is hetzelfde met ondernemen. Er is altijd weer iets nieuws. Snap je? Maar als je gaat kijken waar was ik een half jaar geleden, dan heb je hele grote stappen gemaakt. En soms kan je gewoon daar heel even bij stilstaan. Oh ja, toen waren we hier. Of toen had ik die omzet. Ja. Kijk waar we nu zijn. Ja. Het is altijd tekort. Je wil altijd meer ja. altijd meer omzet. En dan heb je dat doel weer. En dan ben je dus niet tevreden met wat je nu hebt. Ja weet je? Dus ik denk dat je dankbaar mag zijn met wat je nu al hebt, maar je hoeft niet tevreden te zijn, ja. want je moet nog wel wil nog wel meer, maar wel meer vanuit die dankbaarheid Want ik doe het al hartstikke goed ja. en genieten gewoon. Ja. En je geeft ook aan um, veel mensen zitten hoog in hun ademhaling, maar hoe, hoe zorg je dat je ademhaling wel goed is en dat je vast maar je Een paar ben. keer per dag aan je ademhaling denken. En dan echt uit, ademen vanuit je buik voelen. Ja. Wat adviseer en dan je dan dit te? Doen. En dan gewoon echt op je buik voelen. Ja. Zet hem maar uit. En echt dat die ademhaling hier komt. Okay. Ja, nou. En als je dat bijvoorbeeld in je huis hangt, heb ik het om het aan te leren gedaan. Dus briefjes ademhalen, gewoon ophangen. Reminders? Als je dat dan doet, dan, zie... dan merk je al dat je schouders gaan zakken. Want ja. je ziet al, het loopt dan zo, ja, 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 ja. Ja. zo. En mijn zoon heeft dat heel erg, die is heel erg gevoelig zegt. Mam, relax. Ja. Relax. Hij voelt het ja. allemaal wel goed aan. Hè? Relax. Die, doet die ja. Leuk. Kom, geen knuffel. Goed dat, ja. dat hij dat dan heeft. <laughs> Beetje ja, maar die mooie. ziet mij zo en denkt oh ja, ik moet relaxen, ja, moet gewoon genieten van je leven. Ja. Dan nou, voel je ook, want als je de meeste mensen die ademen op automatisch piloot, hè, dus je, iedereen denkt van ah leuk allemaal, maar niemand staat stil. Maar dat is goed, want als je de hele dag met je ademhaling bezig wil zijn van in, uit, in, uit, dan kan je ook niet te multitasken multitasker. Nee, les. precies. Maar het is wel goed om hem soms gewoon echt even naar je buik te trekken. Hè? Absoluut. Dat die hier weggaat, ja. die druk hier weggaat en dat je denkt oké. Okay, en ik ben, ik, waar ik ben is al heel goed. Ik doe het al hartstikke goed. Je bent altijd al goed genoeg, snap ja, je? Ja, absoluut. Dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Want kijk, anders... Ik ben nu 41. Ik was 21 toen ik in goede tijd kwam. Dat is ja. 20 jaar geleden. Mm -hmm. het is, dan zou ik dus nu nog steeds niet mogen genieten... omdat ik die 100 miljoen nog niet heb. Wanneer moet je dan genieten? Ik ben, ja. Als ik 60 ben? Of ja. wanneer? Als ik 100 miljoen heb, ben ik misschien dood. Ja, precies. Of panker, of weet ik veel wat. Ja. Weet je? Ja, ja. Dus het gaat om die weg. Die 20 jaar die ik heb doorlopen. Die stapjes. Ja. De uitjes, de mensen op je pad, ja. dat... de dieren op je pad. Alles zijn lessen, alles zijn aanwijzingen, alles zijn... niks is toevallig. Ja. En zie ook de mensen op je pad. Want de mensen op je pad, die op je pad komen, die komen niet voor niks op je pad. Ja. En daar heb je wat te leren. En dat is wel wat ik zie ook met ondernemen. Ik vraag altijd aan iedereen, wat doe je? Wanneer ben je begonnen? Ja. En er komt altijd wat uit. Ik denk, oh, maar kunnen we dan niet... Uh... Oh, ja, ja, precies. Ja, het oh, dus je nooit oh. te goed om te leren van iemand. Nee, en dan, ja. je leert altijd. En va vaak zijn er ook raakvlakken of kun je wat voor elkaar betekenen ja. als je vragen stelt. Ja, precies open vragen. En dan uh, krijg je altijd open antwoorden. En dan kan daar altijd iets moois uitkomen. Uh, ik vind het heel wijs uh, wat je allemaal zegt. Dus ik hoop, uh, ik leer er heel veel van. Ik hoop dat de luisteraars uh, ook geïnspireerd raken. Uh, ik weet wel zeker dat ze geïnspireerd raken. Uh, killer body. We hebben het gehad over hoe het begon. Uh, waar je naartoe wil. Uh, en als we het hebben over jou persoonlijk, Faya. Wat is jouw ultieme droom? Waar wil jij uh, over vijf jaar staan? Ik ben op dit moment op mijn allergelukkigst. Dus qua uh, geluk, zeg maar, ben ik nu echt waar ik moet zijn. Dus dat ja. ik, kom, uh, zeg maar, mezelf goed genoeg vind. Uh, niet meer helemaal in het zweet hoef te fitnessen om er nog beter uit te zien. Of uh, nog meer geld. Tuurlijk, ik heb een doel en dat is gewoon ook om te laten zien dat het kan. Ik wil ook daar mensen mee inspireren. Ja. En ik denk ook dat het heel belangrijk is als je een zaak begint, dat je een zakelijk doel hebt om de, gewoon de focus te houden. Mm -hmm. En dat doel ga ik gewoon behalen. Maar ik ben wel al eigenlijk waar ik wil zijn qua ja. persoonlijkheid en ik ben gewoon mezelf nu. Ja. Kijk, we, we nemen heel veel dingen mee van onze ouders, van onze opvoeding, van de mensen om ons heen. Ja. En heel veel dingen horen helemaal niet bij je. Nee. Maar die heb je wel overgenomen. Maar die, dan blijkt ja. eigenlijk, oh, dat heb ik van mijn vader, maar dat is eigenlijk maar niet van mij. Of uh, dat kan ik loslaten. En ik voel gewoon heel erg dat ik nu ben wie ik echt daadwerkelijk ben. Ja. En dat ik me niet anders hoef voor te doen voor niemand niet. Ja. En um, ja, ik hoop dat ik ooit nog eens een keer uh, misschien de liefde echt mag voelen. Mm -hmm. Echte liefde, zonder dat je wordt bedrogen. of... Ja. Uh, gebruikt Of misbruikt of whatever. Ja. En, uh, maar ik vind dat niet een. Uh... Dat is geen mast. Nee, want ik ben heel gelukkig met mezelf en mijn kinderen ja. en ik word oma. Oh ja. Uh, Gefeliciteerd. Ja, dus ja, het is gewoon heel veel rijkdom heb ik gewoon in mijn privéleven, zeg maar. En mm -hmm. met mijn team en, en alles en met mijn paarden en mijn kippen en de hele reutemeteut, zeg maar. Heerlijk. Om me heen ben ik gewoon de gelukkigste vrouw van de, van de wereld ongeveer. Mm -hmm. uh, ik zou nog wel iets willen doen voor, voor wat ik zeg voor de jongeren. En ik wilde heel graag een afkeerkliniek beginnen. Uh, een holistische afkikkliniek, dus uh, waar het meer, waarin je meer onderzoek uitgaat van waar komt het nou vandaan naar die verslaving. en uh, dat met een holistische manier gaat oplossen. En dan wat heb is dat, een holistische manier? Nou, Voor de mensen die niet weten wat het is, uh, dat is meer alternatiefachtig. Op een natuurlijke manier. Ja, op een natuurlijke manier. Dus, ja, natuurlijke manier. dus je, je, ja, het is ook wel met therapie en traumatherapie en allemaal dat soort dingen. Maar het is plantmedicijn bijvoorbeeld. We hebben in de natuur heel veel planten uh, ja. die je kunnen helen. Yep. En waar je inzichten door kan krijgen. Zeker. Maar je hebt ook bijvoorbeeld paardencoaching. Ik doe zelf paardencoachingopleiding. Mm -hmm. Dat betekent dat het paard je spiegelt. Dus je hebt een vraag en een paardspiegeltje. En dat is heel bijzonder. Het paard kan je ook echt helpen. En dat je dat soort dingen gaat inzetten om mensen tot inzichten te komen. Okay. Uh, en ook meer gaat kijken naar de oorzaak. Dus waar, waar is die verslaving ontstaan. Ja. Uh, weet je wel. En dat je daar gewoon dat gaat oplossen in plaats van. Dus met mindset, verhaal van de plantaardige medicijnen, et cetera. In plaats Meditatie. van maar even die antidepressieve ja, pillen, van pillen ja. Ja. maar van de dokter die het ja, volgens of krijgt. Ja, nou. terug naar de basis, terug ja. naar de natuur. En in eerste instantie dacht ik echt een afkliniek, high-end wel. Gewoon een, voor, ook voor <güls> CEO's van de wereld die zeg maar bijvoorbeeld werkverslaafd zijn... Wat ja. oh, het zijn dus alle verslavingen, ja, alcohol, verre, Ja, het is gewoon seksverslaving, ja, drugsverslavingen, ja, maar ook... Alles gewoon. Alles gewoon, oh. Eetverslavingen kunnen ook mensen met obesiteit Social media had het net ja, over. Ja, social media is een hele grote verslaving. Mijn zusje had zelfs een muisarm ervan gekregen. <laughs> Wat is dat, een muisarm? Ja, dat is dat je, ar, je hand, een muisduim of zo, dat je hand gewoon niet, niet meer goed Door het, goed het scrollen, ja, ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. <laughs> ja, ja. ja. Dus, Heftig, maar ja, dat dus is verslaving. Dan inderdaad uh, ja daar kun je mensen mee helpen. Ja. ja, maar ik dacht, eerst dacht ik voor echt rijke mensen dat ik het wilde, weet je wel. Dat het ook nog weer. Ik ben natuurlijk zakelijk. Waarom dacht geld? je dat eigenlijk? Omdat ik er geld mee wilde vinden. Oh, maar je wil, je wil echt, je wilde het eigenlijk een soort van exclusief programma ja. laten zijn. Ja. Met topnotch-therapeuten, uh, waarschijnlijk. Dus ja, dat moet. Dat. Weer en dan oh, je, zeg maar bijvoorbeeld: je hebt dan een akenpunt uit uh, uh, Japan of China. Die dan ook uh, overkomt, die heel beroemd oh, is. Ja, ja, ja. Dus de beste van de beste. Ja, dat en dan, kost dan heel. Wat. Ja, dat het ook wat kost. Maar nu inmiddels ga ik veel meer naar het gevoel dat ik denk: misschien moet het voor jongeren zijn. Weet je wel? Ja. Om jongeren in hun kracht te zetten. Ja, want die hebben nog een heel leven voor zich. Ja. In plaats van dat je iemand pakt van ja. 60 of 50 inderdaad deel, ja. groot gedeelte. Uh, dus ik ben daar nog mee bezig, maar dat is ook iets voor in de kinderschoenen, want uh, voor later, want ik ga, moet natuurlijk eerst gewoon focussen op dit bedrijf. Je hebt nog genoeg te doen. Ja. En uh, dat moet verkocht worden ook als ik geld wil hebben voor. Om dat project te financieren, ja, ja. ja, ja. ja. Wauw, wat een mooie droom. Tegelijkertijd ja. heb je nog heel veel te doen. Je kan ja, maar ik, 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 ik geniet dus heel erg van mijn leven nu. Kijk, vroeger de, dacht ik ook, oh, je moet zoveel uren maken, weet je ja. wel. Maar dat is ook ongeveer. Ja, en is na één uur ben ik helemaal niet meer pro productief. Vooral als je producten verkoopt. Ja. Dan moet je slim werken, niet hard. Nee, maar ik heb natuurlijk wel tien man. En dan moet ik ja. wel gewoon aangestuurd worden. Ja, zeker. Ben jij, ben, ben jij een beetje manager? Of, uh? Ik heb een manager, die is er bij mij van ja, okay. een stagiaire. Die is wat ja. zachter als ik. Ja. Ja, dus je het meer van het <laughs> ondernemen. maar ja, ik ben, ik zelf ik ben zou heel het, direct. Ik zou het helemaal niet leuk vinden, hoor. Ik, als ik echt tien man in dienst heb en dan die mensen echt aansturen. Dat is echt niet mijn nou, ding. dat doet hij in principe nu. En uh, ik, uh, ik motiveer wel. Ja. En ik, ik, ik ben ook wel elke ochtend bij de ochtendmeeting. Ja. maar dus dat Ik stuur moet ook wel een, aan en ik uh, zet wel targets, zeg maar, dat soort dingen. Maar uh, dat micromanager, daar ook, uh, ook helemaal... Jij bent van de helikopterview. Je ja. zorgt dat je in controle bent. Voor de rest laat, laat je hun het regelen. Ja. ja maar dat, ja, dat is top. Ja. Beter dan... Uh, bij elke medewerker om het kwartier aan, de aan het bureau staan. Oh. en diegene lastig vallen. Ja, ja. ja, leuk. En uh, we, we sluiten deze podcast altijd af met. Uh, ja, met, met. met. met een vraag. En die vraag die is, die is eigenlijk opgericht. om uh, mensen die luisteren naar deze podcast te inspireren. Dus mensen die bijvoorbeeld aan het werk zijn. en graag willen gaan ondernemen. of misschien wel heel jong. en uh, dat pad op willen. Of misschien wel iets anders willen, in do willen doen in het leven. Uh, welk advies zou je willen geven aan, aan, aan die mensen die nu luisteren en iets anders willen? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je doet wat je hard wilt dat je doet. Ik ja. denk dat er veel te veel mensen vastzitten in uh, een routine. Mm -hmm. Of in iets wat eigenlijk niet van hun is, maar waarvan ze dachten dat moet ik doen. Omdat mijn ouders dan tevreden zijn, of ja. mijn partner tevreden is. En dat ze eigenlijk niet zo goed luisteren naar hun intuïtie. En wat ze zelf heel graag zouden willen doen. Hoe kun je dat doen? Beter luisteren naar je intuïtie? Eigenlijk weet je intuïtie altijd wel wat je wil. En dat is wat, wat, je eerste ingeving die ja, je krijgt. Dat je het onderbuikgevoel, ja, zeg maar. Gewoon het eerste. Ja, wat het eerste. in je opkomt. Het ja. eerste wat in je opkomt. Dus stel je voor iemand zegt: uh, ga je vanavond mee eten. En het eerste wat in je opkomt is nee, dan moet je het eigenlijk gewoon niet nee, doen. Dan, en dan ga je denken: ja, maar die vriend, ik heb hem al heel lang niet gezien. Nee, je, je intuïtie is nee, zeg maar. Het is voor jou niet het moment ja. of iets. Snap je? Duidelijk. Dus daar moet je naar luisteren. En ik heb ook een boek gelezen, Het Slimme Onbewuste. Dat gaat over je onbewuste. En eigenlijk heeft de wetenschap daarin ook uh, uh, bewezen dat mensen die Reageren vanuit een intuïtie meteen het meeste gelijk hadden ja. uit onderzoek. Uh -huh. Dus dat is gewoon belangrijk, denk ik. En ik denk dat het heel belangrijk is ook voor je gezondheid. Want als jij naar je werk gaat, uh -huh. of naar je, je baas, of je eigen onderneming, of naar je man die je niet leuk vindt iedere dag. Uh -huh. Voor weet ik veel wat voor reden ook. Uh, terwijl je daar niet thuis hoort. Dan maak je jezelf ziek. Ja. En stress is nog steeds doodsoorzaak nummer één. Dus dan maak je lichaam stresshormonen aan, cortisollevels... en dan ga je uiteindelijk gewoon ziek van worden. Ja. Dus ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je eerst eens even gaat voelen, wat wil ik nou echt? Ja. Wat wil ik? Wie ben ik? Waar sta ik voor? En dan doen. Ja. Gewoon gaan doen. Ja. Maar zorg dat je gelukkiger bent. En ja. doet wat je leuk vindt. We leven veel te veel in een leugen. En de leugen is niet naar de, je partner hè, of naar je baas, maar naar jezelf. Ja. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Hoe eerlijk ben ik met mezelf? En ja. heb je wel eens een conversatie gehad met jezelf? Ja. Heb je jezelf wel eens die vraag gesteld: waarom doe ik dit? Ja. Weet je wel? Ja. Ik denk dat dat gewoon belangrijk is. In plaats is. van te veel En geld te is verwacht. geen uh, motivatie. Ja. Dus bij een baan blijven voor geld, bij een man blijven voor geld. Dat is allemaal niet nee, nee. de juiste reden. Mm -hmm. uiteindelijk, Als je je passie doet, wil doen en daar geld mee kan verdienen, dan is dat toch dat heel mooi. Dat is leuker. Ja. Ja. Het geld is uiteindelijk ook gewoon een middel. Om een bepaald doel te halen. Ja. En als je, nou, het is niet onbelangrijk. Kijk, mensen die altijd zeggen, geld is niet belangrijk. Ja, dat geloof ik ook niet. Nee, dat is gelul nee, natuurlijk. Dus, het is nee. wel belangrijk. Ja. Alleen, um, de manier waarop je verdient is ook belangrijk. Ja. Want dat heeft te maken met je levenskwaliteit. Ja. En als jij dus elke dag, want we werken weet ik wel hoeveel uur in ons leven, uh -huh. bezig bent met iets wat je niet leuk vindt om te doen. Ja, dan ja. is het leven niet zo heel fijn. Nee. Dus je kwaliteit van leven laag. Ja, en zo lang hebben we niet. Dus, nee. uh, en dan ben je oud en lelijk. Als je dan later denkt, had ik maar geluisterd toen naar die vraag van Faya of dat advies. Ja, nou, dus luister er vooral naar. Heel herkenbaar. Gisteren was ik nog aan het knikken en nu ben ik alweer uh, ja, 31 tijd vlieg. Ja. Dus luister inderdaad naar het advies van Faya. Doe er wat mee, beste luisteraars. Um, voor de mensen die luisteren en um, de repen willen kopen, ze kunnen dus terecht bij Jumbo. Uh, bij Spa, Albert Heijn uh, Hoogvliet. en uh, Hoogvliet. Kunnen ze online ook iets bestellen bij jou? Ja, in de mkbmshop.com. Okay, dus mk daar kan je alles bestellen van okay. mij. <laughs> uh, Hou de actie in de gaten. Die uh, start in week 42, 42. dus. Uh, dus daar kun je dan ook uh, gebruik van maken. Um, ja, en ik zou zeggen, volg Fire allemaal op Instagram. Aapstaartje. Official. Via official. En, en wil je de supplementen volgen, dan moet je zijn bij... Abstaartje. My Killer Body Motivation. Mike Killer Body Motivation, daar raak je geïnspireerd. Um. En op mykillerbodymotivation.com heb ik ook inspiratievideo's. Mm -hmm. Met gratis. Gratis. Het is niet meer betaald. Het is allemaal open voor iedereen. Oh, leuk. Oh. Ook trainingsvideo's en inspiratievideo's met opdrachten die ik uh, inspreek. Oh, en dat is helemaal Om allemaal, jezelf te uh... motiveren. Oh, leuk. Ja. Ja, om de vet. beste versie van jezelf te worden. Ja, Dus als je denkt, ik wil aan de repen, maar uh, ik moet gaan bewegen. Dan heb je in ieder geval nu een, een mooie incentive om gratis gebruik te maken van die video's. Faya, ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd. Graag gedaan. Ondanks dat je super druk bent en uh, lekker leuk. bezig bent. En net herstellend bent ook van de blessure. Bedankt uh, inderdaad. En uh, ik ga je sowieso volgen. Ik blijf je volgen. Wie weet uh, doen we over een uh, kleine vijf jaar een deel 2. Over de Hope kliniek it. of over de uitbreiding. Uh, hoe je heel Europa en <laughs> ja. misschien de VS al veroverd hebt met Killer Body. Zou leuk zijn. Voor nu, in ieder geval, nogmaals bedankt. En uh, ik zou zeggen, beste luisteraars, tot de volgende.